Ik stel voor dat wij zo langzamerhand beginnen. Welkom ook de mensen op de publieke tribune. Een aantal gezichten die al figureren op de lijsten van de aankomende verkiezingen. Dus de geest van die datum is al voelbaar vanavond. Laatste besluitvormende vergadering in deze bestuursperiode. Altijd een beetje een markant moment. Er is sprake van enige africhten. De heer Zegers, mevrouw Streur, mevrouw Weggemans en mevrouw Heling hebben zich afgemeld. Oh, Weggemans komt wel. Oké, dat is mooi. Later. En mevrouw Karsten is net aan het binnenkomen. Die had de digitale klokken in de keuken nog niet helemaal bijgesteld. Zullen we maar zeggen. Een korte agenda vanavond, dames en heren. Maar wel een agenda die laat zien dat we aan het eind van die bestuursperiode zijn aangekomen. Zoals bij de stukken aan te treffen is de evaluatie of het overdrachtsdossier van de gemeenteraad, een stuk van de seniorenconvent, ter besluitvorming een hamerslag en als bespreekpunt het voorstel in zaken de evaluatiebestuursprogramma 2014-2018 Koevoorde Verbindt van het college. En daar acht het college zich natuurlijk op aanspreekbaar. Over de orde van de behandeling van dat punt zo dadelijk meer. Maar eerst nog even de andere delen van de agenda met u goed vinden. Er zijn geen mededelingen wat mij betreft verder te doen. Is er iets te zeggen over de vaststelling van de agenda? Mevrouw Driehuis, gaat u gaan. Ja, wij hadden het in de commissievergadering al aangegeven dat we graag een stemverklaring wilden geven bij de regionale beleidsagenda. Hebben we ook uiteindelijk bij de Griffie gevraagd voor de agendacommissie. Maar hij staat er nog niet bij, dus bij deze. Dan wil ik de raad voorstellen om dat ook toe te staan. Dat we dit punt even als stukken met een korte stemverklaring overhevelen van de categorie A naar B stukken. En dat betekent ook dat andere fracties, voor zover dan nu de gedachte postvat van nou, dan wil ik er misschien toch ook nog wel iets over zeggen in de vorm van een korte stemverklaring. Dat weet u, dat mag dan ook. Andere opmerking bij de agenda? Zo niet, dan kunnen we hem zo geamendeerd vaststellen. Al dus besloten. Dan is nu als eerste volgende punt aan de orde de vaststelling van de besluitlijst van 6 februari. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Dat is niet het geval, is hier conform vastgesteld. De voorgestelde wijze van afdoening ingekomen stukken staat op de agenda. Ik wijs u erop dat ten aanzien van het eerste stuk wat op de agenda staat, en daarom steekt de heer Schotten misschien zijn vinger op. Ondanks het feit dat hier wordt voorgesteld om hem af te doen, zoals het te doen gebruikelijk is, als hamerstuk, het is tenslotte ook een kennisnamerstuk van BMW, het onverlet laat dat er een verzoek op je dag in de commissie loopt om dit stuk ook nog in de commissie te laten terugkomen. Daarover geen misverstand. Dat beantwoordt kennelijk uw vraag ook, althans. U heeft geen naambordje voor u, meneer Schotten. Voor mij niet. Voor mij niet, maar u was nou niet in beeld, dus dat had toch wel jammer geweest. Dat mensen op de tribune niet hadden geweten wie ik nou adresseerde. Ja. Oké, dank u wel. Dat betekent dat we volgens mij kunnen vaststellen dat de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken ook conform kan worden afgehamerd. Al dus besloten. Dan hebben we de hamerstukken. Punt 1 van de voorgestelde hamerstukken verhuizen dus naar stukken met een korte stemverklaring, agenda punt 7. 6.2 was het voorstel, zoals al vernoemd, het overdrachtsdossier van de gemeenteraad Koevoorde over de afgelopen raadsperiode. Mooi stuk. Ik zeg maar even voor de publieke tribune die goed inzichtelijk maakt wat de raad de afgelopen periode zoal aan de orde heeft gehad. Het voorstel van het college in zaken de wijziging algemene subsidieverordening Koevoorde. Het voorstel van het college in zaken de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot de oprichting van het transporthandelsbedrijf en herinrichting terrein De Hoek 33-33A. Een voorstel van BMW in zaken de tussenuitspraak beroep bestemmingsplan N34 verdubbeling. Een voorstel van BMW in zaken de ambitiedocumenten omgevingswet en een voorstel van BMW in zaken de aanvraag van Stichting Stedelijk Museum Koevoorde namens de arsenaalpartners om een structurele subsidie voor algemene facilitaire zaken. Die punten worden bij hamerslag afgedaan, al dus conform de voorstellen besloten. Dan zijn we nu bij agenda punt 7, het stuk
met, zoals zojuist verzocht, om daar een stemverklaring over te mogen afgiften in zaken de regionale beleidsagenda Zuidoost-Drenthe. Het woord is aan mevrouw Driehuis. Dank u wel, voorzitter. Nou, het zal niet een grote verrassing zijn. We hebben er lang over getwijfeld of we wel of niet akkoord zouden gaan met dit raadsvoorstel. Het is wat ons betreft gewoon te vaag en niet voldoende onderbouwd. Maar we zijn wel van mening dat, omdat we van mening zijn dat het een gezamenlijke aanpak van enkele van de genoemde vraagstukken wel degelijk een toegevoegde waarde heeft, zullen we voor het voorstel stemmen. Maar daarbij willen we wel opmerken dat we dit proces zeer kritisch zullen blijven volgen. We zullen erop blijven toezien dat het in alle tijden uit gelijkheid tussen de deelnemende gemeentes wordt gehandeld. Dat de positie van de gemeenteraad niet zal worden uitgehold, zodat de democratische legitimatie kan worden gewaarborgd. En dat de samenwerking niet leidt tot een fusie van deelnemende gemeenten. We vragen dan ook het college ons met grote regelmaat te informeren over de te starten projecten, de voortgang daarvan. En ons te voorzien van tijdige, reële financiële onderbouwing. Zodat we ook als lokale bestuurders de vinger aan de pols kunnen houden. Dank voor deze stemverklaring. Andere fracties behoefte om gebruik te maken van de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stel ik vast dat met algemene stem het voorstel is aangenomen. Gehoord hebbende ook de stemverklaring zoals zojuist vastgelegd door het pak. Conform besloten, dank u wel. Daarmee gaan we een nieuwe fase van de samenwerking, intergemeentelijke samenwerking in Zuidoost-Drenthe in. En ik denk dat iedereen er wel voor voelt dat de wens die mevrouw Driehuis net uitsprak over de betrokkenheid van de gemeenteraden en het goede wijze verantwoording geven of invulling geven aan de verantwoording, dat dat de komende maanden ongetwijfeld een onderwerp is wat terug gaat komen. Maar dank voor de eenstemmigheid in ieder geval van de besluitvorming op dit punt. Daarmee sluiten wij ook het rondje in Zuidoost-Drenthe af, want de raden in Borgerdoorn en in Emmen hebben inmiddels ook besluitvorming gepleegd. Goed, dames en heren, daarmee zijn wij bij agendapunt 8 aangekomen. Ik zei al, enige opmerkingen over de orde van de behandeling van dit punt zijn dan misschien wel ook relevant. Als eerste, misschien, die schermen staan er niet voor niets. Met dat mooie beeld althans, dat ziet de tribune nog niet, maar hier staat een mooi stilleven op het scherm wat naar die kant van de zaal is, naar die kant van de raad is gericht. En mevrouw Menning start nu een klein filmpje. Wat het stuk inleidt, de evaluatie van het bestuursprogramma Coevorden verbindt. Het filmpje zal ook in drieën geknipt in de sociale media verschijnen. Kan door ieder dus ook gebruikt worden naar genoegen om te delen of om er wat anders leuks mee te doen. Goed, mevrouw Menning. Verbind betekent voor mij dat we mensen met elkaar in contact gebracht hebben en dat wij de verbindende factor hebben kunnen zijn. We hebben met de sportvereniging een hele harmonisatieslag gemaakt. We hebben die sportvereniging uitvoerig gesproken. We hebben in alle openheid en helderheid met elkaar gedeeld wat er was, wat er niet was. En dat hebben we op een goede manier weer verdeeld. Al die sportverenigingen worden nu allemaal gelijk behandeld en dat was in het verleden niet zo. Ongeveer 2014 toen kwam de gemeente met de opdracht om te gaan bezuinigen. De gemeente die kwam met cijfers wat het gekost had en wat men bezuinigen wilde. Nou ja, daar zijn veel gesprekken en vergaderingen over geweest. Maar uiteindelijk is er dan gekozen voor de NOC-NSF-norm. En uiteindelijk zijn de clubs daar dan ook mee akkoord gegaan om op die wijze het bedrag wat er dan nog was voor het onderhoud wilde besteden om daar die verdeelsleutel dan op los te laten. Kenmerkend voor Coevorden Verbind waren voor mij de gesprekken die we hebben gevoerd bij mensen thuis. Want in hun eigen vertrouwde omgeving zie je dat ze veel meer op hun gemak zijn. Dat ze kunnen laten zien wat het probleem is waar ze mee worstelen. Maar wat je wel heel erg ziet is dat het gewaardeerd wordt en dat mensen er een goed gevoel aan overhouden. Ongeveer, nou misschien 6, 7 jaar geleden hebben ze alle lantaarnpalen weggehaald. Met als gevolg dat dit fietspad helemaal ook in het donker zat. En het dorp heeft eigenlijk heel lang gestreden om toch een verlichting te krijgen. Toen dus op een gegeven moment de simuleringsfonds kwam in het dorp, hebben we daarover gehad. Ja, dat moeten we gaan aanvragen. Dus dat is aangevraagd. Op zich is dat een leuk project geworden, omdat we namelijk niet gewoon op de provinciale grond mochten. Maar toen hadden we bedacht, als we nou eens aan de mensen vragen of die lantaarnpalen in de tuin kunnen worden geplaatst. We hebben het geïnventariseerd en eigenlijk alle bewoners op één
of twee na, waren zeer enthousiast. Ja, natuurlijk willen we daar aan meewerken. Dus toen is de aanvraag ingediend, zo van ja, mensen willen meewerken. En daar zijn we uiteindelijk uitgekozen dat dit project doorgaan mocht vinden. Ja, Koevoort en Verbind betekent voor mij vooral samen vernieuwen, natuurlijk met ondernemers. Samen kijken naar kansen, samen kijken naar de wensen in de samenleving en daar vooral ook bij aansluiten. De gemeente weet dat ik met nieuwbouwplannen had, dat ik daarmee bezig was. Dus dan zijn ze vanuit de gemeente om ons toegekomen om te attenderen op het investeringsfonds wat mogelijk is. En wij hebben daarop ingeschreven en we hadden 1,12 punten kort. Daar hebben wij bezwaar tegen aangetekend. Hebben wij op een gegeven moment zeg maar, de bevestiging gekregen dat wij daar een subsidie van krijgen uit die pot. Dus in die zin heeft de gemeente ons wel goed geholpen. Ja. Ja, dit hebben wij dankzij de gemeente Koevoorde komt dit nu tot stand. Die ons wel uitermate goed geholpen hebben met de grond en soepel geweest zijn met de bouwvergunning. Dat zwarte hek wat je daar ziet, dat hele stuk, daar hebben we dus de afgelopen periode nou, met de gemeente wat gesprekken over gehad. En dat hebben we dus van ze gekocht. En dat betekent dus eigenlijk dat ze daarmee ook een statement hebben gemaakt. Dat zij natuurlijk eigenlijk ons ook de ruimte geven richting de toekomst. Ja, Koevoort en Verbind betekent voor mij een fundamentele omslag in de manier waarop je als overheid naar de rol in de samenleving kijkt. Ik heb het proces ervaren als een spannende zoektocht, want je kunt het wel zeggen. Maar hoe je dat dan doet, is wel een zaak waarbij je ook vooral naar buiten moet kijken. En jezelf afhankelijk maakt van wat anderen daar ook voor beelden bij hebben. Nou, het is onvermijdelijk dat in een proces als Koevoort en Verbind, in die zoektocht, ook dingen niet zo uitpakken zoals je van tevoren misschien had voorspeld. Dus het roept ook een nieuwe vraag op waar je met elkaar over moet blijven hebben. Ja, Ravelijn Verbind is eigenlijk ontstaan vanuit verschillende initiatieven. Waar met name ook bewoners bij betrokken zijn. Die op zoek waren naar ruimte om hun activiteiten een vorm te geven. En is er ook verbinding gelegd met de gemeente. Ook om die reden dat het gebouw waar alles in gevestigd is van de gemeente is. Maar natuurlijk ook om de samenwerking te vinden om zoveel mogelijk mogelijkheden te benutten. Ik vind Ravelijn Verbind een mooi voorbeeld van een van de wijken in Koevoorde waar het soms moeizaam is om de kracht van de samenleving echt spontaan te laten ontstaan. Door die gericht onder te brengen in één gebouw, zie je dat dat enorm bijdraagt aan de mogelijkheden om elkaar positief te beïnvloeden. Dus Ravelijn Verbind is wat mij betreft een succesvoorbeeld van slim inzetten van maatschappelijke gebouwen. Een heel korte introductie. We zijn al een jaar of drie bezig als huisartsen om ons voor te bereiden op de toenemende zorgvraag. We hebben een plan voorgeschreven en dat sluit heel goed aan bij samenkrachtig het plan van de gemeente. En de bedoeling is dat we ons vooral richten samen op preventie. Het was een bof dat ook het ziekenhuis zich daarbij wilde aansluiten, de thuiszorg. En Achmea Zilveren Kruis wilde ook bekijken of ze wat konden doen en mee konden denken. Maar met name bij de gemeente hebben we veel aansluiting gevonden om goede, efficiënte zorg te leveren. Nou, de rol van de gemeente is vooral geweest dat ze het proces makkelijker hebben gemaakt door de partijen aan tafel te roepen, open te staan ook voor het perspectief. En ik moet dan met name Joop Brink en zijn ambtenaren de complimenten geven over hoe ze dat proces hebben begeleid. En dat hebben ze prima gedaan. Binnen de kinderopvang richten wij ons op een goede verzorging van kinderen. Maar daarnaast zijn we ook erg gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden taal erg belangrijk en dat zie je ook terug in de samenwerking met de gemeente. Nou, dit is eigenlijk materiaal wat aangeschaft is door de gemeente. En de gemeente heeft ook bijgedragen aan de scholing, de kosten van de scholing. En binnenkort gaan we daarmee starten en zowel leerkrachten als pedagogische medewerkers doen daaraan mee. De samenwerking met de gemeente Koevoorde is eigenlijk best heel goed en plezierig. We hebben heel intensief contact. We worden best heel veel betrokken bij alles wat de gemeente doet en ik denk dat dat heel positief werkt. Nou, het mooie is dat we hier een jongerenraad hebben gekregen.
eigenlijk op initiatief vanuit de jongeren. En die hebben aangegeven, wij zouden wel graag actief willen zijn in de vorm van de jongerenraad. Ook dat is een initiatief vanuit de samenleving. In dit geval de groep die je natuurlijk eigenlijk al heel slecht weet te bereiken met overheidsinstrumenten. Dus het is geweldig dat ze zichzelf zo hebben weten te organiseren. Met deze bestuursperiode was de samenwerking gewoon hartstikke tof. Gewoon, volgens mij hadden wij geen betere gemeente kunnen treffen. Met ons gaan ze heel open om, heel fijn. We worden overal bij betrokken. Jongerenraad moet altijd aanschouwd worden als een volledig raadslid. En dat gebeurt ook sowieso, dus dat is hartstikke fijn. Ik vind dat we heel goed op weg zijn met de gemeente. Ze helpen ons echt heel erg en we hadden het niet beter kunnen treffen. En ik hoop natuurlijk dat het in de toekomst gewoon zo wordt doorgezet. Betekent voor mij dat we mensen met elkaar in contact gebracht hebben. Dat is een mooi filmpje. Dat maar u heeft zich daar natuurlijk als politiek niet op kunnen voorbereiden. Dus u mag net zo spontaan reageren als de sprekers hebben gereageerd, de geïnterviewden hebben gereageerd op het filmpje. U heeft, voor degenen die de sprekers kennen, en ik denk dat veel van hen bij u allemaal wel bekend zijn, die hebben daaraan wel kunnen aflezen dat dit volledig ongescript is. Dus gewoon ruimte geboden aan hun spontane antwoorden op de door de filmmakers gepresenteerde vragen. Maar ik hoop ook dat u vooral het thema herkent in het onderwerp wat we vanavond nu aan de orde hebben. De evaluatie van Coevorden Verbindt. Dat was het inleidende filmpje. Nu even voor de orde van de behandeling. Het is natuurlijk een algemeen stuk, zou je kunnen zeggen. En daar staat mijn naam boven als portefeuillehouder. Daar loop ik ook geenszins voor weg. Maar het is natuurlijk ook even logisch, omdat het over het hele bestuursprogramma gaat, dat het ook mogelijk moet zijn voor het geval u uw aandacht vestigt op een van de beleidsonderdelen van een van de collegeleden, dat ook mijn rol is dat die collegeleden de gelegenheid krijgen om op u te reageren en u van antwoorden te voorzien. Dus dat eventjes ten aanzien van hoe ik mij de behandeling voorstel. En omdat het net zo'n algemeen stuk is als veel van de raadscycli stukken, begroting, meerjarenbegroting, is het misschien ook wel goed om te kijken of we dat niet in volgorde van grootte van de fracties zouden doen. Daar hebben we geen afspraak over gemaakt, realiseer ik me terwijl ik het voorstel. Dus als u zegt, nou daar kunnen we ons niks bij voorstellen, dan is het ook goed, mag niet opmerking ook gemaakt, maar ik zie geen bezwaren. Dus als de heer Ten Berge erop geprepareerd is om het spits af te bijten, dan heeft hij wat mij betreft het woord. Ga ervan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou bijna kunnen zeggen van zie film. En dan kan ik wel weer gaan zitten bij. Graag college, raadsleden en toehoorders. Wij hebben de evaluatie van het bestuursprogramma met belangstelling gelezen en wij geven u hierbij onze reactie. In deze laatste vergadering voor de gemeenteraadsverkiezing 2018 blikken we terug op de afgelopen bestuursperiode. In december 2013 presenteerde Belangenbuitengebied Coevorden haar eerste verkiezingsprogramma onder de titel Gericht op Evenwicht. Dit programma benadrukte vooral de kracht van de samenleving en beoogde een gemeente die samen optrekt met haar inwoners vanuit een gezonde financiële basis. We hebben het later verbindend besturen genoemd. En het doet ons deugd dat in de verkiezingsprogramma's van alle partijen dit nu nadrukkelijk benoemd wordt, evenals de aandacht voor onze mooie dorpen. Bij de start van deze bestuursperiode gingen we nog meer op zoek naar de kracht van die samenleving en de rol van de gemeente. De bevestiging dat die kracht er is, vinden we in het enthousiasme en het bijna onvoorstelbaar aantal mooie initiatieven, groot en klein, vanuit onze inwoners. Wij durven gerust te stellen dat de inwoners van de gemeente Coevorden het meest initiatiefrijk zijn van alle Drentse gemeenten.
en misschien wel van Noord-Nederland. En daartoe kregen ze ook de mogelijkheid. Dat heeft, wat ons betreft, zeker te maken met de gewijzigde bestuurstijl. Zowel het college als onze raad hebben ingezien dat de kwaliteit van beleid beter wordt wanneer je dat samen met inwoners en ondernemers maakt. Wij hebben met ons beleid ruimte gegeven aan de samenleving om vervolgens aan te sluiten bij maatschappelijke vragen en behoeften. Lokale dorps- en belangenpartijen die veelal op basis van een dorpsvisie meer en nauwer de samenwerking gingen zoeken. Het blijkt een vliegwiel te zijn voor daadkracht en vooral ook betrokkenheid en plezier. Voor een gemeente is het belangrijk goed te bepalen welke rol je kunt nemen in deze dynamiek. Daarin zijn we soms nog samen zoekende en dat mag ook gerust. Dat betekent voor alle lagen anders werken vanuit een partnerschap gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hiervoor is lef en durf nodig. Mooie stappen hierin zijn het stimuleringsfonds en de dorpsbudgetten. We hebben ook ondervonden dat niet iedereen kan aanhaken. Voor de wijken in Coevorden zal een andere aanpak nodig zijn. WBC 2014 onderkent ook het grote beroep dat regelmatig op vrijwilligers gedaan wordt. Daarom kan een dorpsvisie, die immers van het dorp zelf is, prima als agenda dienen om het tempo van de wensen en projecten in die visie te bepalen. En natuurlijk wordt de gemeente er ook graag bij betrokken, wanneer dat nodig is. De afgelopen jaren gingen veel dorpen de uitdaging aan met een dorpsvisie. Deze zijn het verhaal van dorpsbewoners, jongeren, ouderen, verenigingen, ondernemers, die op verkenning gingen en de zaken om hen heen betekenis gaven. Verder zien we meer deelname en inbreng tijdens bijeenkomsten voor de opstelling van nieuw beleid. Dat we met deze beleidsparticipatie belangrijke stappen hebben gemaakt, zien we terug in de implementatie van het takenpakket Sociaal Domein en het beladen onderwerp windmolens. Belangrijke stappen, ook op het terrein van de woonvisie, de toeristische beleidsagenda, centrumplan en de glasvezelinitiatieven, om er maar een aantal te noemen. Het blijft echter nodig om naast de inbreng van mondige inwoners ook de groep inwoners te betrekken die minder zichtbaar zijn. Ook hun geluid moet gehoord worden. Dat we de eerste en krachtige overheid voor onze inwoners willen zijn en onze wettelijke taken goed en efficiënt willen uitvoeren, mag helder zijn. Ook daar hebben we flinke stappen voorwaarts gemaakt. Er zijn bouwplannen vlot getrokken, overeenkomsten opengebroken of beëindigd en er kwamen geen grote risicovolle projecten bij. We kregen het gemeentelijk vastgoed beter in beeld en verkochten datgene wat overbodig was. In goed overleg kwam er een prachtige woonvisie tot stand. Een mooi proces dat door de raad zeer breed gedragen werd en dan ook als hamerstuk doorging. We wonen in een prachtige gemeente, maar we moeten blijven investeren in betaalbare woningen die aansluiten bij de behoeften van verschillende doelgroepen en die aan de eisen van de moderne tijd voldoen. Een fonds voor de zogeheten rotte kiezen in dorpen moet er echt komen. De woonvisie kan hierin prima leidend zijn. Onze zoektocht naar een ander aanpak van groenonderhoud was oprecht een uitdaging. In die zoektocht hebben we gemerkt dat inwoners de kwaliteit van onderhoud van groot belang vinden. Onze mini-enquête bevestigde dit ook. In een zoektocht kom je soms jezelf tegen en moet je wel eens bijstellen. Het is uitermate belangrijk dat we vanuit een financieel gezonde basis nu het wegenonderhoud weer goed kunnen oppakken. Dit staat gelukkig weer prominent op de agenda. In 2014 zat Nederland nog volop in de economische crisis. Via regionale samenwerking met Emmen, Hogeveen en Hardenberg in Dutch Tech Zone zijn investeringen en werkgelegenheid gestimuleerd. We hebben veel prachtige bedrijven in onze gemeente, dan wel de regio, en die kunnen groeien. Het is goed dat ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te ondernemen. Dit geldt ook voor de agrarische sector. De gemeente komt steeds meer in de meedenkstand. Uiteraard is het soms ook uiteindelijk gewoon nee. Maar we kijken steeds vaker vanuit mogelijkheden met ambtenaren die de situatie ter plekke goed in zich opnemen. We kunnen hier nog stappen in maken en dat gaan we wat ons betreft ook zeker doen. De toeristische sector draagt vooral in het buitengebied bij aan werkgelegenheid en behoud van voorzieningen. En daarmee aan de leefbaarheid in de dorpen. Het in deze bestuursperiode ingezette overleg met deze sector moeten we voort blijven zetten. Zo houden we ook de vinger aan de pols bij de uitvoering van de beleidsagenda voor toerisme.
Verder mogen we er trots op zijn dat in arbeidsmarktregio onze doelstellingen ten aanzien van garantiebanen ruimschoots zijn behaald. Goed onderwijs wordt steeds belangrijker. Het is van groot belang om vanuit de gemeente projecten te stimuleren die bijdragen aan een betere match tussen opleiding en werk. We hebben veel interessante banen in het gebied, maar de aansluiting met het onderwijs laat te wensen over. In Dutch Tech Zone wordt dit deels opgepakt en het is goed dat dit breder getrokken wordt. WBC 2014 is tevreden met de stappen die gezet zijn in de voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast is het behoud van moderne bibliotheken in grote kernen en de stap naar de bibliotheek op school naar ons idee belangrijk. Dat we hulp op maat bieden is voor ons vanzelfsprekend. Het is ook goed dat we ons op preventie gaan richten. Samenkrachtig kan als uitgangspunt op onze steun blijven rekenen. Voor inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente liggen er veel uitdagingen op het gebied van welzijn en zorg. Langer zelfstandig wonen en oud worden in een vertrouwde omgeving kan met de intenties die in de beleidsdocumenten zijn opgenomen. We hebben vertrouwen in de voorgestelde aanpak. Ouderen willen uiteraard graag deel uit blijven maken van onze maatschappij. Het is belangrijk dat ze steun krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Niet voorschrijven, maar aansluiten en helpen bij waar men op oudere leeftijd nog graag voor gaat. Dat maakt het ouder worden tot een plezier en niet tot een opgave. We zien het uitgangspunt wat ons betreft perfect vertaald in samenkrachtig. Op preventiegerichte activiteiten worden speerpunten en wel in de volle breedte. De jeugdgezondheidszorg, van jeugdgezondheidszorg tot ouderenzorg. De belangrijke inbreng hierbij van vrijwilligers en mantelzorgers dienen hierin erkend te worden en zo nodig ondersteund. Bewegen moeten we stimuleren in de vorm van sport of recreatie. Dat is van groot belang. Op die manier kunnen we wat ons betreft ook in de sport investeren. Nog een paar korte punten. We spreken onze waardering uit voor de actieve ondersteuning van de jongerenraad. Door middel van de commissie bestuurlijke vernieuwing is hierin een rol gespeeld door de gehele raad. Verder spreken we graag onze waardering uit naar de gemeentelijke organisatie die ons actief meeneemt in themaavonden en zelfs steeds beter aanhaakt op de nieuwe manier van werken. Meer naar buiten, meer deelnemen, meer faciliteren en minder bepalen. Voorzitter, ik rond af. Dat de gemeente er in 2014 financieel beroerd voor stond, is inmiddels voor iedereen helder geworden. Dat was zeker geen voordeel bij de start van deze bestuursperiode en bij de uitvoering van het bestuursprogramma. De prestatie die we met elkaar, inwoners en gemeente, hebben geleverd, is in onze beleving bijzonder groot. Met wat wind in de rug, een strak financieel beleid onder leiding van dit college en met een raad die zich bewust was van de ernst van de situatie, hebben we het tij gekeerd. De laatste twee begrotingen werden unaniem aangenomen. We laten een mooi resultaat achter waarmee een volgend college en raad kan doorpakken. Overeenkomstig het verkiezingsprogramma van BBC 2014. Wij zijn trots op het goede perspectief voor onze gemeente en daarmee onze inwoners. En voorzitter, ik heb nog altijd een kopje koffie voor u klaarstaan. Dit was mijn aanbieding, dit was mijn bijdrage. Dank u. Dank voor de herinnering, meneer Den Berg. Mevrouw Eijders van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Beste voorzitter, college en collegeraadsleden. Vandaag is het onze laatste echte raadsvergadering van deze raadsperiode. Tijd om de balans op te maken. Hetgeen het college doet middels het evaluatierapport bestuursprogramma 2014-2018. Koel voor de Verbind. Ik ga niet in op ons verkiezingsprogramma. Ik ga puntsgewijs even benoemen de zaken die in dit programma evaluatierapport staat. Ten eerste, niet de financiële situatie was slecht, maar het financieel perspectief zag er somber uit, als gevolg van met name de crisis en de gevolgen daarvan ook voor ons grondbedrijf. Financieel gezien heeft u het goed gedaan. U moet toegeven dat er wel wat sprake was van meewind. Verbindend besturen spreekt ons ook aan. U gaf in ruime mate zeggenschap en verantwoordelijkheid terug aan de maatschappij. In onze optiek echter soms iets te vergaand. U wilde daarbij optreden als facilitator, moeilijk woord, en verbinder. Jammer dat een en ander ook wel werd overschaduwd door ingezette bezuinigingen.
waardoor het geruime tijd duurde voordat er sprake van draagvlak was. Het stimuleringsfonds heeft geleid tot een soort van nieuwe extra bestuurslaag binnen de gemeente. Afgezien van de vaak goede bestedingen van, hebben wij getwijfeld bij de democratische legitimiteit van het toekenningsproces. Wij horen u juichen op het gebied van glasvezel en snel internet, maar moeten constateren dat er op dat terrein, vanuit het perspectief van de burger, nog niet concrete zaken zijn gerealiseerd. U bent trots op het afronden van ruimtelijke projecten die hun basis hebben in de vorige bestuursperiode, waarin wij, VVD, wel deel van uitmaakten. Denk aan het EDS-plein en de spoorboog. Zaken van toen, die nog steeds lopen, zijn het aanpassen van het stationsgebied, de herontwikkeling van Kasteel 4, het Citadel en de verdubbeling van de N34, overigens een provinciaal project. Zorgelijk vinden wij het ontbreken van nieuwe ruimtelijke plannen. U erkent ook dat er bewust geen risicodragende projecten zijn gestart. Maar ook het aantal niet-risicodragende projecten is schaars. Het duidelijkste komt dat tot uitdrukking in leegstand en het ontbreken van nieuwvestiging van grotere bedrijven. Het bevorderen van de werkgelegenheid in het kader van de Dutch Tax Zone en de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs staan in de stapblokken. Dank u wel voor deze pauzering. Dat geeft de gelegenheid om de heer Slomp even een intermezzo te laten plegen. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat voor soort ruimtelijke projecten had de VVD dan graag gezien? Volgens mij sterven we in de woningbouwlocaties, dus ik ben benieuwd naar wat u dan graag wilt. Wij hebben niet extra gezegd van andere projecten, maar we zien dat dit college echt voort is gaan borduren op wat er al ingezet is in het vorige college en is niet echt gekomen met nieuwe voorstellen. Nee, maar als daar geen behoefte aan is, dan waar ziet u die behoefte dan? Ik denk dat de gemeente daarin wel stimulerend bezig kan zijn. Om economische aangroei hier in het gebied verder naar zich toe te halen en te trekken. En we zijn een aantal uitbreidingsplannen, maar die waren al in de voorgaande periode dat die al een beetje in gang gezet waren. Ja, ik kan me voorstellen dat u denkt aan nadenken over een nieuw bedrijventerrein. Daar heeft de PvdA ook wel eens een oproep voor gedaan. Maar woningbouwplannen, ja, volgens mij hebben die plenty en daarmee kunnen we nog jaren vooruit. Ik ga ook niet in op het woningbouwplan, want daar hebben we met elkaar de woonvisie van afgestemd en gezegd dat we daar met elkaar akkoord zijn. Maar het gaat met name over het aantrekken van nog extra bedrijven naar deze gemeente toe. Maar om eerlijk te zijn, er is nog niets concreets bereikt waarop u trots kunt zijn. Op het gebied van toerisme en recreatie toont u uw trots met de centrumvisie en uw deelname aan het project Vitale Vakantieparken. Eveneens een provinciaal project. Overigens allemaal items van met name de laatste paar maanden. Oftewel, het college is aan een inhaalslag begonnen. Al met al is onze conclusie dat u de afgelopen 4 jaar een klus geklaard heeft op een manier die uiteindelijk niet echt heel ver van onze aanpak zou hebben afgestaan. U heeft zelfs een groot deel van de door ons ingediende moties geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Op één vitaal en essentieel punt nadaan, het groenonderhoud, dat wij weer graag op het B-niveau terug willen hebben. Om de krimp voor te blijven, om je gemeente vitaal te houden, moet je constant actief en alert zijn op de toekomstige ontwikkelingen. U heeft veel geld bespaard. De financiële positie is gezond. Maar het toekomstperspectief is blanco. Er is te weinig in gang gezet waar wij de komende jaren de vruchten van gaan plukken. Het wordt tijd voor partijen die uw sanerend en conserverend beleid kunnen verrijken met ondernemersgeest en nieuw elan. Dank u wel, mevrouw de heer Zuur. Ja, dank u wel. Ik heb vanmiddag eens even de moties en amendementen van u de afgelopen jaren opgeteld. Maar bent u het ook niet met mij eens dat als we die allemaal hadden uitgevoerd op dat moment, dat we nu met een nog slechtere financiële situatie te maken zouden hebben als dat we zijn begonnen in 2014? Ik zal niet te veel hervallen in herhaling komen wat ik in het verleden al gezegd heb bij de begrotingen.
Wij zouden andere keuzes gemaakt hebben. Als ik begrijp dat er 14 miljoen overschot zit in het sociale domein, dan had daarin andere keuzes gemaakt kunnen worden. En dan hadden daar de ingrepen ook anders in plaats kunnen vinden. Dat is iets wat we eigenlijk tijdens de begroting ook hebben aangegeven. Meneer Slom. Ja, dat sociaal domein, is het nou niet zo dat u steeds de meevallerskant altijd bij elkaar optelt, maar de tegenvallerskant over het hoofd ziet? Want volgens mij klopt uw rekensom niet. Hè? We hebben een reserve sociaal domein van 2 miljoen. We hebben een paar keer enkele tonnen afgestort in de algemene reserve. Dus waar die rest van die 11 miljoen dan in uw berekening gebleven is, dat ontgaat mij. Ja, wij baseren daar ons ook op gegevens van de ambtelijke organisatie. En daar ga ik vanuit dat die correct is. En die geven nog steeds ook aan dat daar een overvloed in zit. Dat als die middelen anders ingezet waren, dan hadden wij niet zo hard moeten te bezuinigen. En had er niet zoveel pijn hoeven geleden te worden. En hebben niet zoveel hersteloperaties nodig. Met name op het groenonderhoud en het wegenonderhoud dat eraan zit te komen. Dank voor de beantwoording, mevrouw Eijders. Het woord is aan, ik neem aan de heer Zuur, CDA. Dank u wel, voorzitter. Schoot mij net een gezegde door het hoofd. Ik heb hem nog even opgezocht. Hij is van John F. Kennedy. Succes heeft vele vaders en mislukking is steeds een wees. Ik vond hem wel mooi voor vanavond. Voor ons ligt een uitgebreide evaluatie op de bestuursperiode 2014-2018 met het voorgestelde besluit hiervan kennis te nemen. De CDA-fractie doet dit van harte. Het geeft namelijk een mooi en goed overzicht van wat het college, de raad en de inwoners al dan niet verenigd hebben neergezet in onze mooie gemeente. Of eigenlijk voor een groot deel van de resultaten in een andere volgorde. Wat inwoners daarbij ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente, college en raad hebben bereikt, dat was en is echt de kracht van de Koevoordenaren. Ik citeer uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018. We zullen efficiënt, maar ook waardevol moeten vernieuwen om de fundamenten van onze samenleving op niveau te houden. Vrijwilligers spelen hierin een onmisbare rol. Het CDA Koevoorden zoekt in dit spanningsveld van een veranderende samenleving naar de kracht van de lokale samenleving. Daar heb ik hem. Ik heb hem trouwens in het programma van de BBC niet zo duidelijk zien staan. De beste oplossingen ontstaan wanneer ze van betrokkenen zelf komen. Ik vervolg het citaat. Het CDA wil dit innovatievermogen van de samenleving aanwakkeren. Niet alleen om draagvlak voor beleid te genereren, maar ook om die samenleving sterker te maken en hogere waarden als zorgzaamheid, persoonlijke groei en verantwoordelijkheid tot bloei te laten komen. Einde citaat. Onze eerste principe, ook toen hadden we, hoe kan het ook anders, 7 principes, luidde: de samenleving, niet de overheid. Met als uitleg, we willen dat mensen meer invloed op hun leefomgeving krijgen en dus ook meer verantwoordelijkheid. De overheid staat hierin naast hen, niet tegenover hen en ondersteunt waar mogelijk. Niet voor niets herkennen wij in het toegesloten bestuursakkoord veel van onze hierboven genoemde punten. En hadden we te maken met het vervolg van een grote financiële hersteloperatie, waarmee in de vorige periode onder het toenmalige college met een CDA-wethouder op financiën een aanvang was gemaakt. U herinnert zich ongetwijfeld de takendiscussie waarin inwoners zich uitspraken voor aandachtsgebieden waarop meer dan op andere bezuinigd mocht of beter moest worden. Plus nog eens de 3 decentralisaties die en de gemeente vanuit het Rijk meer verantwoordelijkheden gaf en de gemeente dichter bij de inwoners bracht, maar die gepaard ging met stevige bezuinigingen. En dat ook nog eens in een geografisch gebied met forse ingrijpende demografische ontwikkelingen die hier niet echt een bijdrage aan zouden leveren. Maar het resultaat mag er zijn. Het verbindend besturen werpt zijn vruchten af. Dat hoor je op straat, op het sportveld en in de winkel. Het college is dichtbij, meer zichtbaar, aanspreekbaar. En, alhoewel niet elke beslissing met gejuich ontvangen wordt, is er veel begrip wanneer er uitleg wordt gegeven. Het stimuleringsfonds, maar nog meer de wijk- en dorpsbezitten, door ons meerdere malen bepleit,
hebben hieraan bijgedragen. Wij zien uit naar de ervaringen daarmee in de komende tijd. Begripvol en faciliterend waar mogelijk. Krachtig en corrigerend indien nodig. Dat verwacht de gemiddelde inwoner van de gemeente. Maar dat kan best lastig zijn en levert bij een krachtige opstelling niet altijd applaus op. Zie de evaluatie van het AZC in Oosterhesselen dat er toch niet kwam. Maar ook daaruit kan geleerd worden. Met Dutch Tech Zone is er naar onze overtuiging een beweging naar meer werkgelegenheid en meer afstemming tussen de drie O's, onderwijs, ondernemingen en overheid, in gang gezet. Nu moet de daad bij het woord worden gevoegd. En daarbij hebben we nog wel wat stappen te zetten. De CDA-fractie wil daarbij vanuit haar rol in de raad graag wel goed de vinger aan de pols houden. Gelukkig zit er ook schot in de ontwikkeling van het centrum van Coevorden, wat ons betreft met water en in de vorm van een haven. De decentralisaties zijn tot nu toe geslaagd. De hand is goed op de knip gehouden. Zonder de minst draagkrachtigen en inwoners aan de randen van de samenleving uit het oog te verliezen. Althans, dat is de indruk. Toch pleiten wij, nu het kan en wat ons betreft moet, ons nog meer te richten op die doelgroepen van inwoners die minder zelfstandig voor zichzelf kunnen opkomen. Te weten de ouderen en de kinderen. Want het feit dat sinds 2015 het aantal inwoners dat een WMO-voorziening ontvangt afneemt, wil niet zeggen dat de inwoners dat ook niet meer nodig hebben. Daarvoor moet je wel de hele doelgroep kennen en eventuele belemmeringen in beeld hebben, waardoor misschien deze voorzieningen onbereikbaar zijn geworden. Denk bijvoorbeeld aan wat vereenzaming kan betekenen. Belangrijk is dat we iedereen die hulp nodig heeft ook in beeld hebben en houden. Iedereen moet de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, zodat niemand tussen wal en schip valt. Een goede monitoring blijft daarom van groot belang. Daarnaast verdient de mogelijke en ongewenste stapeling van eigen bijdragen nog steeds de aandacht. Het is goed dat de nadruk in het sociaal domein steeds meer op preventie komt te liggen. Voorkomen dat problemen ontstaan in plaats van ze achteraf aan te pakken. Wat dat betreft vinden we het als CDA goed om te zien dat stevig is ingezet op kinderen. Bijvoorbeeld als het gaat om vergroten van de woordenschat en daarmee de toekomstkansen. Dat draagt echt bij aan ieder kind veilig, gelukkig en gezond. Een gezond financieel evenwicht was een grote wens van onze CDA-fractie die het rentmeesterschap nog steeds hoog in het vaandel heeft staan. We hebben bij de bezuinigingen de beide takendiscussie geuite voorkeuren van inwoners gevolgd. Meer bezuinigen op sport en cultuur, minder op onderwijs, werkgelegenheid en sociale zorg. Maar dat is dankzij een goede communicatie met en begrip van veel inwoners en organisaties ook nog eens gelukt. Meer dan ooit hebben inwoners hun verantwoordelijkheid gepakt, de handen uit de mouwen gestoken en een bijdrage geleverd. Dat zie je in de wijken en dorpen. Daarvan zijn er voorbeelden te over. En nu het financieel weer wat meezit, kunnen we de touwtjes weer wat laten vieren? Nou nee, dat heeft niet onze voorkeur. Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Maar sommige partijen interpreteren dit als het, nu het even lijkt te kunnen, vervangen van de kranen die het allemaal goed doen in gouden exemplaren. Maar dat is niet het dak repareren. Dat is onnodig en in ieder geval niet afgestemd met betrokkenen en geld over de balk gooien. Laten we koesteren wat we hebben opgebouwd, zowel in de onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheid als financieel. Niet om overbodige buffers op te bouwen, maar wel om eventuele toekomstige tegenvallers en onverwachte klappen te kunnen opvangen. Zodat we kunnen werken aan een land dat we met een gerust gevoel door kunnen geven. Samenvattend kunnen wij met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen bestuursperiode. We staan er beter voor dan 4 jaar geleden. En dat is niet alleen een compliment voor college en raad, maar vooral ook voor die samenleving. Natuurlijk is niet alles bereikt wat het CDA beoogd had. Maar dat is inherent aan ons politieke systeem. Heb je niet de meerderheid, dan zou je concessies moeten doen. En sommige ontwikkelingen kosten ook gewoon meer tijd. Onze fractie hoopt die tijd te krijgen van de kiezer op 21 maart aanstaande. Niet door loze beloftes te doen of zaken anders voor te doen dan ze zijn. Alternatieve feiten. Nee, daarmee verlenen wij de politiek geen dienst. Maar door nuchter en verantwoord een realistisch toekomstbeeld te schetsen. Wij vertrouwen erop dat de kiezer daarna luistert. Wij willen tenslotte het college, maar zeker ook de andere partijen en daarmee alle raadsleden bedanken voor de goede samenwerking in de afgelopen 4 jaar.
Natuurlijk waren we het lang niet altijd met elkaar eens, maar dat hoeft ook niet. Maar het ging praktisch altijd met respect en waardering voor elkaar. Dat bood ook gelegenheid en vrijheid om waar nodig een vrije keuze te maken voor elk afzonderlijk raadslid. Zonder zich gehouden te weten aan welke afspraak binnen partij of coalitie dan ook. En tot slot de medewerkers van de gemeente, waaronder ook de griffiemedewerkers. Ik noem u nu dit even bewust niet het ambtelijk apparaat, want u bent ook gewoon mens van vlees en bloed. Bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en samenwerking. Ook deze bijdrage sluit ik af met de slogan die ik de afgelopen 4 jaar namens onze CDA-fractie steeds heb gebezigd. En waarvan na 4 jaar zeker kan worden gezegd dat het een waarheid is als een koe. Samen kunnen we meer. Dank u wel. Dank u wel, meneer Zuur. Dan is het woord aan de heer Slomp, denk ik, van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, leden van de raad, beste toehoorders. De PvdA-fractie heeft haar nabeschouwing op deze bestuursperiode opgebouwd aan de missiepunten uit het bestuursprogramma. Ik zal ze noemen, een beetje samengevat, want ze zijn niet allemaal even beknopt. We geven verantwoordelijkheid terug aan de samenleving. Voorzitter, de PvdA-fractie is erg positief over de stappen die er deze periode gezet zijn naar een andere bestuursstijl. En daarbij ging het niet eens zozeer altijd om overdracht van verantwoordelijkheid, maar wel om op een hele andere manier beleid of plannen maken. Er werd veel meer energie gestoken in het vooraf ophalen en het gesprek over het te maken beleid dan in het achteraf verkopen van de gemaakte plannen. Succesvolle voorbeelden, nou die zijn er zat. Er zijn al verschillende voorbijgekomen, maar wij noemen ook het windmolendossier, centrumvisie, minimabeleid. En bijvoorbeeld ook de bezuinigingen in de buitensport. De boodschap was niet altijd leuk, maar de manier waarop het overleg door het college vorm werd gegeven, werd breed gewaardeerd. De raad heeft daarbij ook een eigen verantwoordelijkheid genomen om tot vernieuwing te komen. Zoals al genoemd, raadsbreed gedragen. Zo kwam de mogelijkheid voor het inwonersvoorstel tot stand en ruimere mogelijkheden om in te spreken of mee te spreken in de commissievergaderingen. Voorzitter, wij horen breed uit de gemeente waardering voor de manier waarop dit college opereert op dit moment. De juiste toon en benadering lijkt getroffen. En het college straalt uit als een team te opereren. Ga zo door wat ons betreft. De PvdA-fractie is altijd kritisch geweest op hoe het stimuleringsfonds in aanvang was vormgegeven. Samengevat bestond onze kritiek eruit dat het soms de werking had dat versterkt werd wat toch al goed ging, en dat dorpen en wijken die achterbleven te veel aan hun lot werden overgelaten. De PvdA-fractie is blij dat het college dat terugkijkend ook erkent. En hoewel we collegeleden nu vol overtuiging wijks- en dorpsbudgetten zien uitdelen, wijzen we er maar op dat de wijks- en dorpsbudgetten vooral onder impuls van bijsturing door de raad tot stand zijn gekomen. Een in elkaar geschoven motie van het PAK en de PvdA, gekoppeld aan de brede wens vanuit de dorpen om meer structurele ondersteuning, leidde hiertoe. Duurzaamheid beschouwen wij als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Helaas was er deze bestuursperiode weinig geld om als gemeente te investeren in de bevordering van duurzaamheid. Maar door de ontwikkelingen ten aanzien van de windmolens en de zonneweiden zijn er toch vorderingen gemaakt. Een goede aanzet is gegeven met de voorbereiding van de lokale klimaatagenda. Hier ligt een belangrijke vervolgopdracht naar een nieuw college. Bijvoorbeeld ook waar het gaat om de verduurzaming van de woningvoorraad en de industrie in de gemeente Coevorden. Hier liggen uitdagingen en kansen wat ons betreft in relatie tot het te vormen duurzaamheidsfonds. Ten aanzien van natuurontwikkeling zien we mooie nieuwe initiatieven ontstaan. Het ecologisch bermbeheer, waarmee Benneveld een voortrekkersrol neemt, leidt tot allerlei initiatieven in de dorpen op dit gebied. Mooi wat ons betreft. Een tweede missiepunt is eerste een krachtige overheid en we voeren onze taken goed en efficiënt uit. De PvdA-fractie heeft de overtuiging dat er goed en efficiënt gewerkt wordt in dit huis, voorzitter. Wij wijzen erop dat er de afgelopen 2 bestuursperioden diep in eigen vlees gesneden is door deze gemeente. Daarbij is het aantal taken en verantwoordelijkheden flink toegenomen.
Onze eigen waarneming is dat de kwaliteit van het beleid en de bijbehorende stukken gewoon goed is. Het overgrote deel van de voorstellen die deze raad passeren, wordt bij hamerslag afgetikt. En de waardering van burgers voor de dienstverlening in dit huis is constant te noemen. Partijen die roepen dat het allemaal nog goedkoper kan, moeten wat ons betreft dan ook met een flinke korrel zout genomen worden. Ja, het kan goedkoper als je bereid bent verder te bezuinigen. Ambitiepunt 3. Wij spannen ons in om samen met ondernemers voor maximale groei van werkgelegenheid te gaan en participatie van inwoners. Ook hier zien we positieve resultaten, voorzitter. De recreatieve sector heeft zich ontwikkeld tot de grootste werkgevende sector in onze gemeente. En daar zijn we blij mee. Deze sector is ook ontzien bij de bezuinigingen. En de marketing van onze gemeente wordt in gezamenlijkheid in de Zuidoosthoek opgepakt. Allemaal prima ontwikkelingen. Zorgen voor een aantrekkelijke stad Coevorden draagt daar ook aan bij. Naast de plannen voor het centrum die er al liggen, denken wij dat het doortrekken van de haven, de verdere doorontwikkeling van de stad als museum en bijvoorbeeld het aanleggen van stadswifi Coevorden nog aantrekkelijker kan maken. Theater en museum dragen vanzelfsprekend hier ook aan bij en konden de afgelopen periode ook op onze steun rekenen. Vierkant voor Werk, nu Dutch Tech Zone, levert naar schatting 400 extra banen in de regio op. De 10 miljoen aan subsidie voor de bedrijvenregeling lokt 70 miljoen aan investeringen uit. Resultaten waarmee je voor de dag kan komen. Wat volgens ons ook nog beter kan, is het aanhaken van het onderwijs. Bedrijven zitten, net als iedereen in dit land, te springen om vakbekwaam personeel. De intentieverklaringen van het onderwijs zijn er. Nu moeten de resultaten er komen. Kortlopende programma's die mensen opleiden tot vakmensen. Dat is wat onze regio en onze bedrijven nodig heeft. Voorzitter, wij zijn ook trots op de doelstelling die er was voor het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze is ruimschoots gehaald en natuurlijk heeft de gemeente hierin zelf ook haar verantwoordelijkheid genomen. De zogenaamde gebiedsgerichte participatie. Een mooi woord als je nu thuis achter je computer naar deze vergadering zit te luisteren. Mag wat ons betreft de komende periode met nog meer ambitie vorm worden gegeven. Een forse groep inwoners van onze gemeente heeft het zicht op een betaalde reguliere baan verloren. Ondersteuning van nuttige tijdsbesteding en zingeving in de eigen omgeving en het geven van bestaanszekerheid is voor de PvdA-fractie een belangrijke doelstelling. Mee kunnen doen in de samenleving wordt niet alleen bepaald door je persoonlijke mogelijkheden, maar ook al te vaak door financiële. Het nieuw ontwikkelde minimabeleid biedt goede kansen voor betere ondersteuning van minima, maar ook nog een aantal opdrachten aan een nieuw college. Wij noemen hierbij de nog uit te werkende regeling voor mensen met hoge zorgkosten, een nieuwe of alternatieve regeling voor de collectieve ziektekosten en meer maatwerkvoorzieningen. Wat de PvdA betreft moeten deze zaken voor het eind van dit jaar geregeld zijn en moeten we ook in de toekomst het contact onderhouden met de groep waar deze regelingen voor bedoeld zijn. Ambitiepunt 4. Een goede onderwijsfunctie. De inspanningen van dit college ten aanzien van de taalontwikkeling van kinderen waardeert onze fractie zeer. Regelmatig vroegen wij aandacht voor de voor- en vroegschoolse educatie en wezen we op het belang van taalontwikkeling voor de verdere schoolcarrière van kinderen. Het college heeft op dit punt uitstekend gepresteerd wat ons betreft. Voorzitter, in onze eerste politieke beschouwing vroeg de PvdA-fractie het college om te komen met een toekomstvisie op het basisschoolonderwijs. En ook dit heeft het college geleverd. Wij zijn tevreden met de geformuleerde uitgangspunten in de gespreksnotitie spreidingsplan basisschoolonderwijs. Het uitgangspunt dat elk kind binnen 6 kilometer naar primair onderwijs moet kunnen, vinden wij erg belangrijk in onze plattelandsgemeente. Ook ziet onze fractie de financiële ruimte om de komende jaren te investeren in de huisvesting van het onderwijs. Daarbij hebben we het bijvoorbeeld over Schoonoord. Onderzoek of de basisscholen onder te brengen zijn in een nieuwe multifunctionele accommodatie, samen met het dorpshuis, sport, de bibliotheek en eventuele andere belangstellenden zouden wij zeer op prijs stellen. In relatie tot het onderwijs zijn wij ook tevreden hoe de bibliotheekfunctie zich heeft ontwikkeld. Het concept bibliotheek op school is breed uitgerold.
Onderzoek of nieuwbouw van de nieuwe vesten een samenhang kan hebben met de centrumontwikkeling in de stad Koevallen. En kijk daarbij inderdaad maar eens met een schuin oog naar de locatie van de Ganzenhof. Of anders, naar anderszins moeilijk te verkopen grond in het centrumgebied. Wij bieden zo kort mogelijk hulp en richten deze op preventie en het versterken van zelfstandigheid. Het vormgeven aan de drie decentralisaties was een uitermate belangrijk project in deze bestuursperiode. Overheveling van taken op het gebied van zorg, jeugdzorg en participatie zijn in de gemeente Koevorden nagenoeg zonder problemen verlopen. Dit biedt een goede basis om zaken als integrale aanpak, één gezin, één plan, één regisseur en de functie van de sociale teams verder uit te bouwen. Er vond ook innovatie plaats. Zo werd de POH jeugd geïntroduceerd en de manier van aanbesteden van de gemeente Koevorden geeft alle zorgaanbieders, ook de hele kleintjes, een eerlijke kans. Preventie werd nadrukkelijk op de kaart gezet en kreeg met de lancering van de Vitaliteitscoalitie en de ontwikkeling van het shared savings model een verdere impuls. Koevorden mag zich gelukkig prijzen met de betrokkenheid van de huisartsen en de zorgorganisaties bij deze ontwikkeling. De PvdA-fractie heeft dan ook hoge verwachtingen van dit project. Tenminste, als de politieke wil er ook is om een dergelijk project minimaal 10 jaar de kans te geven in onze gemeente. Verandering ten aanzien van leefstijl van groepen kan bereikt worden als je bereid bent hier langjarig op te investeren. De PvdA-fractie kan en wil de sociaal-economische gezondheidsverschillen dan ook niet accepteren. We willen ons dan ook inspannen voor deze aanpak. Financieel evenwicht. Niets dan goeds, voorzitter, op dit punt. Dit college heeft de gemeente Koevorden door de financiële crisis geholpen, die zowel in economische als voor de gemeente in economische zin als voor de gemeente achter ons ligt. Sleutel voor het succes was toch vooral volhouden, doorzetten en de afgesproken bezuinigingen ook gewoon halen. Natuurlijk deed dat pijn in de samenleving, maar wij kijken met tevredenheid terug. Ondanks de moeilijke financiële periode wordt in Koevorden een fatsoenlijk sociaal en zorgbeleid gevoerd. En voor minder had de PvdA Koevorden het ook niet gedaan. Koevorden staat er goed voor. Er zit structureel ruimte in de begroting en er is een flinke reserve. De PvdA Koevorden is van mening dat in de komende periode er ook weer ruimte is voor investeren in de samenleving. Niet zozeer door oude bezuinigingen terug te draaien en structurele lasten weer op te laten lopen. Daarmee kom je bij een nieuwe economische teruggang direct weer in de problemen. Maar wel zien we ruimte voor eenmalige investeringen, bijvoorbeeld in de al genoemde scholen, sportaccommodaties en kunstgrasvelden. Jarenlang is die ruimte er niet geweest. Veel accommodaties die we hebben stammen uit de jaren 70 en hebben ook het comfort uit de jaren 70, evenals de duurzaamheid. Ze voldoen daarmee nauwelijks aan de eisen van deze tijd. Laten we daar maar eens 5 miljoen voor reserveren en ervoor zorgen dat waar dorpen en wijken dat willen, het beheer van toekomstbestendige accommodaties overgedragen kunnen krijgen. Wij denken dat onze inwoners daar meer aan hebben dan aan een paar euro lastenverlichting. Samenvattend, voorzitter, wij kijken tevreden terug op deze uitdagende bestuursperiode. En wij zien goede kansen om de komende periode te investeren, of de investeringen te doen die nodig zijn. Ik dank u wel. Dank, meneer Slomp. Dan is mevrouw Driehuis van het PAK aan het woord. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van de raad, alle toehoorders. De behandeling van de evaluatie van VIA Koevorden Verbind was volgens de PvdA vorige keer tijdens de commissievergadering een mooie aanleiding om eens terug te blikken op de bijna afgelopen bestuursperiode van dit college en deze coalitie. Dus bij deze. Een bewuste keuze noemt men het in het coalitieakkoord. De keuze om niet op alle vragen en uitdagingen een oplossing of antwoord te geven en om inwoners de ruimte te geven om ideeën te ontwikkelen en hen een reële rol in de uitvoering en besluitvorming te geven. Maar was het wel een bewuste keuze? Was het niet ook een noodgedwongen keuze? De geldkist was tenslotte meer dan leeg en de gemeente stond zo goed als onder curatele bij de provincie. Dus werden de geldkranen dichtgedraaid en moest er fors bezuinigd worden. En werd er van de inwoners verwacht dat ze nu veelal zelf de broek moesten gaan ophouden.
Een voortvloeiing uit voortgaande bestuursperiodes waarbij klaarblijkelijk de bomen tot de hemel groeiden en er zonder gêne meer geld was uitgegeven dan daadwerkelijk aanwezig. En dan kun je erop wachten dat het je gaat opbreken. En dus werd er net voor de verkiezingen 2014 al middels de takendiscussie vastgesteld dat het anders moest. Zonder daar overigens op dat moment verdere keuzes aan te verbinden. Dat werd overgelaten aan de nieuwe raad en het college. Waar overigens op dat moment alleen BBC 2014 als nieuwe partij aanschoof. De overige twee partijen waren dezelfde als in de bestuursperiodes daarvoor en dus deels verantwoordelijk voor dit enorme financiële tekort. Die enorme bezuinigingsopdracht die er lag, maakte dus dat er een andere manier van besturen moest worden opgepakt. Er werd immers veel meer zelfredzaamheid van inwoners verwacht en dat heeft uiteindelijk goed uitgepakt. Meneer Slomp. Ja, toch even een vraag richting het pak. Dank u wel, voorzitter, dat u die mee toestaat. U maakte hier wel een leuk showtje van, maar volgens mij ontstonden de tekorten toch gewoon door de financiële crisis. Ik hoor dan graag van, concreet van u waar u ziet dat vorige colleges geld over de balk gegooid hebben. Wat had u dan niet willen doen? Het is natuurlijk deels te wijten aan de financiële crisis, maar er is ook ontzettend veel grond aangekocht in die tijd, wat we nu dus niet meer kwijt kunnen. Je hoeft niet een grondbedrijf te zijn als gemeente zijnde. We hebben hele grote projecten waar wij toen de tijd onze twijfels bij hebben gehad. Denk aan het EDS-plein, daar is heel veel geld in gaan zitten. En zo kun je nog wel een aantal dingen noemen. En ja, of het nou een showtje is, bedoel, dat zou je niet gewoon laten doen. EDS-plein is volgens mij het enige in Koevorden wat wel een succes is, maar... Nou ja, daar kan je nog steeds je mening over verschillen. Dus, maar goed, er werd van de nood een deugd gemaakt en dat juichen we toe. Wat het pak betreft een blijvende deugd en dus niet voortkomend vanuit een negatieve invalshoek, maar juist een positieve. Omdat wij geloven in de kracht van inwoners, vrijwilligers en verenigingen. En dat is wel gebleken de afgelopen 4 jaar. Meer zeggenschap en regie naar onze inwoners maakte dat we meer betrokken raakten bij onze eigen leefomgeving en dat er dus ook meer initiatieven van de grond kwamen. Iets waar wij een groot voorstander van zijn. En soms is daar ook geld voor nodig en het stimuleringsfonds kon daar deels in voorzien, maar ging niet ver genoeg. Dankzij onze motie voor de pilot dorpsbudgetten zijn er nu een aantal dorpen die vanuit de gemeente een dergelijk budget hebben gekregen. En daarmee nu zelf initiatieven en plannen, veelal voortkomend uit de dorp- en wijkvisies, kunnen uitwerken en financieren. We zien daarvan al een aantal mooie voorbeelden. Een goede ontwikkeling waarbij de zelfredzaamheid en de daadkracht van inwoners tot uiting komt. Maar is het in gesprek gaan met en ondersteunen van inwoners nu de enige verbindend besturen waar het college het over heeft? Volgens PAK is dat niet zo. Want als je het hebt over verbindend besturen, kunnen we elkaar als gemeenteraad ook gezamenlijk een pluim geven. Vaak hebben we als raad partijoverstijgend gekeken naar wat goed was voor de gemeente en op die manier bestuurd. En daar kwam vooral de verbindende kracht van Koevorden tot uiting wat ons betreft. In gezamenlijkheid hebben we de gemeente er financieel weer bovenop geholpen. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing, waar PAK een grote bijdrage aan heeft geleverd, heeft hierbij een centrale rol gespeeld. Het invoeren van verschillende werkgroepen zoals bestuurlijke vernieuwing, welstand en minimabeleid leidde ertoe dat inwoners en organisaties en ondernemers al aan de voorkant van beleidsprocessen werden betrokken. Excuus. En het werkte, zodat het ook werd doorgevoerd bij andere beleidsterreinen en projecten. Een goede zaak, want daarmee krijg je gedragen beleid. En mede daarom hebben we nu een mooi sociaal beleid, een mooie centrumvisie en straks hopelijk ook een breed gedragen klimaatagenda. En daarin zit wat het pak betreft ook een uiting van verbindend besturen. En is het dan alleen maar goed gegaan de afgelopen 4 jaar? Nee, want er zijn ook wel best een aantal dingen die beter hadden gekund. Kijk maar naar het proces rondom het beoogde AZC in Oosterhesselen en het proces rondom de windmolens. Daar was de verbinding met de betrokken inwoners ver te zoeken. Aan de roep om hulp en ondersteuning vanuit die inwoners werd niet voldoende gehoor gegeven. En natuurlijk kun je het niet voor iedereen goed doen. En zeker niet in het geval van dit soort projecten die een enorme impact hebben op de leefomgeving van inwoners. Het had wel beter gekund. En laten we hier dus vooral van leren en zorgen dat we dit in de komende bestuursperiode wel op een goede manier oppakken. Daarvoor zullen we ons als PAK de komende jaren in ieder geval volop blijven inzetten. Hoe kijken we dan als PAK terug op die afgelopen 4 jaar? Positief. We zijn van mening dat er vanuit die opdracht die er lag op financieel gebied constructief is samengewerkt door de verschillende partijen om de gemeente er weer bovenop te trekken.
Er zijn mooie dingen tot stand gekomen waar onze inwoners veel aan hebben. Meer zeggenschap en regie maakt dat mijn inwoners dus meer betrokken zijn bij hun omgeving en ook verantwoording nemen voor datgene wat hen bezighoudt. Dat bevordert de leefbaarheid van stad en kernen en het welzijn van onze inwoners. En dat zie je terug in de diverse dorps- en wijkvisies. Er ligt een goed sociaal beleid en economisch gaat het weer de goede kant op. Bedrijven investeren in uitbreidingen en al dan niet dankzij het bedrijvenfonds van Dutch Tech Zone. En dat resulteert hopelijk de komende jaren in meer bedrijven en banen in de regio en in het bijzonder in Coevorden. Er is een bodem gelegd voor mooie projecten waar we de komende bestuursperiode mee verder kunnen en moeten. Een mooi vernieuwd centrum waar het water in terugkomt en met aandacht voor de prachtige historie. Een klimaatagenda met hopelijk genoeg ambitie om al in 2030 klimaatneutraal te zijn in plaats van in 2040. Ook heeft het college de inwoners opgezocht middels de dorpen- en wijkenronde. Een goed begin, maar dat mag wat ons betreft wel verder uitgewerkt worden binnen het gebiedsgericht werken. Daarin kunnen collegeleden een nog prominentere rol spelen wat ons betreft. En nog meer in gesprek met inwoners en niet alleen met dorps- en wijkraden. Ten slotte een korte terugblik op onze eigen rol. Wij hebben de afgelopen bestuursperiode aangegeven dat we als lokale partij de oude politiek van links en rechts denken en denken in tegenstellingen wilden veranderen. We hebben dat gedaan door goede voorstellen van het college te ondersteunen of door middel van onze inbreng te verbeteren. We hebben op een constructieve manier samengewerkt met andere partijen, ongeacht of men nou wel of niet een collegepartij was. En we hebben eigen initiatieven genomen door het indienen van amendementen en moties. Veel initiatieven zijn door de voltallige raad of meerderheid daarvan overgenomen. We hebben aan de basis gestaan van de pilots met de dorpsbudgetten en ecologisch bermbeheer. Inwoners kunnen in- en meespreken, maar hebben ook de mogelijkheid om een inwonersvoorstel op de agenda van de raad te zetten. Maar ook gaat er op initiatief van het PAK gewerkt worden aan een dementievriendelijke gemeente, zijn we regenbooggemeente geworden en hebben we ons aangesloten bij de Statiegeldalliantie. We hebben ons kritisch opgesteld als het gaat om grote uitgaven en zullen dat ook in de komende jaren blijven doen. We gaan niet, zoals sommige partijen onder ons, alweer beginnen met het uitdelen en beloven van geld nu er een buffer is opgebouwd. Maar we gaan wel kritisch kijken naar wat nodig is en blijven zorgen voor een gezonde financiële basis waarmee we nieuwe projecten kunnen opstarten en financieren, maar ook tegenslagen kunnen opvangen. Aan het einde van deze bestuursperiode zijn we er dan ook trots op dat we veel van onze punten uit ons verkiezingsprogramma hebben kunnen verwezenlijken. Het PAK staat voor duurzaamheid en dat betekent voor ons dat je alle beslissingen die je neemt goed overweegt, want al die beslissingen zijn van invloed op de toekomst en hebben gevolgen voor de generaties na ons. Het is dus nu aan ons om met elkaar zorg te dragen voor een gemeente waarin het goed leven, wonen en werken is, nu en in de toekomst. Wat ons betreft samen duurzaam doen. Ik dank in eerste plaats alle inwoners van onze gemeente die met ons hebben willen meedenken over het innemen van onze standpunten. We bedanken de jongerenraad voor hun inzet en danken het college, de overige partijen en de ambtenaren binnen dit huis voor de samenwerking in de afgelopen 4 jaar. En wensen hen en natuurlijk ook onszelf veel succes bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dank mevrouw de Juijs. Ja, dan geef ik het woord aan de heer De Vos, D66. Dank u wel, voorzitter. De verkiezingsslogan van D66 in 2014 was samen vooruit. Het woord samen heb ik al heel erg vaak gehoord in deze behandeling tot nu toe. Ook in het filmpje kwam het woordje samen erg vaak terug. Dus ik kan wel zeggen dat we zeker samen vooruit zijn gegaan. Samen zijn we de afgelopen 4 jaar zeker vooruit gekomen. Samen zijn we aan de slag gegaan met een breed gedragen bestuursprogramma. We waren het niet altijd met elkaar eens en in het begin voelden enkelen zich buitengesloten. Maar vaak heerste er tevredenheid over de bereikte resultaten en bleven heftige discussies uit. Zoals de heer Slomp ook al aangaf, er waren erg veel stukken met hamerslag door de commissie. Zo hebben we samen mooie resultaten geboekt en is Coevorden weer financieel gezond. Dat de financiële vooruitzichten binnen onze gemeente nu weer rooskleurig zijn, is een compliment waard voor de ambtenaren, ons als raad en het college. En gelukkig hielp de economie ook een handje, waardoor we een flink aantal meevallers hebben kunnen inboeken. Coevorden heeft weer spek op de botten en kan weer nadenken over nieuwe ontwikkelingen. Voorzichtigheid is hier wel van belang. We hebben gezien hoe makkelijk het tij kan keren en een financiële buffer is dan ook echt nodig. De wijze waarop het bestuursprogramma tot stand is gekomen verdient zeker ook een compliment. De collegetour heeft bijgedragen aan een grotere betrokkenheid van de samenleving bij de keuzes die gemaakt zijn.
ook al waren dit niet altijd leuke keuzes. Het resultaat was, zoals al aangegeven, een breed gedragen programma. Maar voor de Raad was het niet eenvoudig om inzichtelijk te krijgen wat de doelstellingen concreet inhielden en of die ook behaald werden. Een eerste poging tot het gebruik van indicatoren was niet echt succesvol. In de evaluatie wordt dit ook al aangegeven en wordt terechtgesteld dat dit initiatief wel een vervolg moet krijgen in de volgende bestuursperiode. En ik heb er alle vertrouwen in dat ik dan nog steeds beschikbaar ben om deel te nemen aan de werkgroep die dat verder uit gaat werken. Samen hebben we ook gewerkt aan bestuurlijke vernieuwing om ook als raad de aansluiting te houden bij de veranderende maatschappij. Dit heeft interessante nieuwe inzichten opgeleverd waar de raad verder mee kan bouwen richting echte participatie. Eenvoudig is dat niet. De pak werd ook al aangehaald. Het hele proces rond het AZC in Oosterwesselen toont dat haar fijn aan. Zowel college als raad hebben zich in dat proces laten verleiden tot een regelmatig wijzigende positie op de participatieladder. Een duidelijke keuze vooraf en daaraan vast blijven houden is essentieel in dit soort gevoelige dossiers. Samen met de inwoners hebben we het stimuleringsfonds voor wijken en dorpen vormgegeven. Inwoners kregen de mogelijkheid om samen te werken aan een goed plan voor hun directe omgeving. D66 vindt het een belangrijke ontwikkeling, maar ook het nieuwe bestuur aandacht voor moet blijven hebben. Maar wel op enige afstand. Het fonds is er voor de inwoners en zij moeten kunnen blijven bepalen hoe het ingezet wordt. Daarbij zullen we ervoor moeten waken dat de wijk- en dorpsbudgetten geen verkapte subsidiestroom worden. Goed onderbouwde plannen vanuit onze inwoners dienen ondersteund te worden. Maar geld moet het doel blijven volgen en niet andersom. Gelukkig tonen de eerste uitwerkingen op dit vlak, met de dorpsvisies als basis, aan dat de inwoners daar zelf ook al zo over nadenken. Dus die ontwikkelingen gaan wat ons betreft wel de goede kant op, zo lijkt het. De ontwikkelingen en ambities op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing waren voor D66 enigszins teleurstellend. Daar bleek dat we nog niet echt samen vooruit konden. Natuurlijk zijn er goede dingen gerealiseerd in de afgelopen jaren, maar een duidelijke visie en concrete uitwerking van keuzes ontbreken nog. De duurzaamheidsagenda is er nog steeds niet, terwijl juist dit een thema is waar snel actie nodig is. Het past natuurlijk mooi in Coevorden verbindplaatje om een inventarisatie te doen met de inbreng van bewoners. Maar daar krijg je Coevorden niet energie-neutraal mee in 2030 of eerder. De onderwerpen die uit de inventarisatie zijn gekomen ten aanzien van de woonomgeving zijn niet bepaald verrassend en hadden al lang als beleidskeuzes vastgesteld kunnen zijn door college en raad. Dan zouden er nu ook geen huizen meer gebouwd worden met een aardgasaansluiting en een cv die binnenkort weer volledig omgebouwd moeten worden. Als overheid moeten we duidelijke keuzes maken zodat inwoners en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Daarbij moeten we echter ook ruimte bieden voor nieuwe ideeën en voor initiatieven op het gebied van circulair bouwen. Hopelijk gaat de omgevingswet ons daarbij helpen. En in het filmpje zagen we dat het ook wel kan met het voorbeeld van Intergas wat daarin genoemd werd, waarin we duidelijk wat meer ruimte gegeven hebben. En als we daar nog meer inspiratie voor op willen doen, dan raad ik zeker aan om eens te gaan kijken hoe ze momenteel in Apeldoorn omgaan met circulair bouwen en het aanbesteden van grote bouw- en infraopdrachten. Een zeer interessante bijeenkomst gisteren van Bouw met Nederland, waarbij een aantal presentaties gegeven werden over hoe je dat ook zou kunnen doen en hoe je daar meer kunt stimuleren dat circulair bouwen ook toegepast gaat worden. Het onderwijs heeft in de afgelopen 4 jaar duidelijk minder aandacht gekregen, gelet op het feit dat er in de evaluatie maar 2 paragrafen aan besteed zijn. Nou is de rol van de gemeente op dit vlak natuurlijk ook beperkt en zijn er zeker ontwikkelingen zoals de taalachterstanden waar goede dingen gedaan zijn. Maar het blijft een belangrijk onderwerp in relatie tot de ontwikkeling van kinderen en volwassenen en de bestrijding van werkloosheid en armoede. De gemeente kan hierin sturen door het aanmoedigen en faciliteren van samenwerking tussen de verschillende stromingen binnen het onderwijs. Veel belangrijker is nog dat de gemeente een persoonlijke benadering kiest om inwoners te stimuleren deel te nemen aan het onderwijs. Ervoor zorgen dat jeugd niet buitenspel wordt gezet doordat er binnen een gezin te weinig geld en of zorg voor het kind is. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen en daardoor ook uit het negatieve spiraal van armoede komen. En ouders moeten zich bewust worden van de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Een belangrijke taak voor de gemeente is dit samenspel op gang brengen. De wettelijke taken waarover wordt gesproken in missiepunt 2 worden ons opgelegd door Den Haag en door Brussel. Ook hierin kan een gemeente prima samenwerken. Onze complimenten gaan daarbij uit naar onze burgemeester Bert Bouwmeester, die zich daarin uitstekend roert en onze gemeente op de kaart zet in Den Haag en in Brussel en de samenwerking met onze buren in Duitsland een boost heeft gegeven. Op het gebied van gezondheidszorg en welzijn ligt de aandacht meer en meer op preventie. Een stevige opgave die daadkrachtig is opgepakt.
D66 is blij om te zien dat hier door samenwerking vooruitgang is en wordt geboekt. Wel viel het ons op dat er een aantal leden van het college en de raad vaak buiten voor het gemeenteoverleg hebben. Was dit een soort nieuw achterkamertje? Laten we een volgende stap met preventie zetten en van onze gemeente een rookvrije gemeente maken. Niet alleen een verbod in openbare gebouwen, maar ook in een aantal eromheen, zodat je geen rokers meer treft voor de ingang van bijvoorbeeld het gemeentehuis, de scholen, de sportclubs en de uitgaansgelegenheden. En de raad en het college kunnen daar een goed voorbeeld in geven. Samenvattend kijken Jannie en ik terug op een interessante periode waarin we samen belangrijke stappen vooruitgezet hebben en waarin ook een aantal onderwerpen wat ons betreft meer aandacht mogen krijgen. De heer Slomp. Ja, volgens mij is het D66 ontgaan dat ze gestopt zijn, voorzitter. Het is ons inderdaad ontgaan, maar dat vind ik een hele positieve ontwikkeling als dat inderdaad gebeurt. En geldt dat voor alle raadsleden? Of... Voor het college wel. Voor het college wel, maar complimenten daarvoor. Samenvattend kijken Jan en ik terug op een interessante periode waarin we samen belangrijke stappen vooruitgezet hebben en waarin ook een aantal onderwerpen wat ons betreft meer aandacht hadden mogen krijgen. Deze onderwerpen zullen nog uitgebreid aan de orde komen in de komende campagnedagen en uiteraard ook in de nieuwe raadsperiode. Voor nu wil ik alle raadsleden, het college, de burgemeester, de griffie, de pers en alle inwoners en wie we verder nog vergeten zijn van Koevoorde bedanken voor de prettige samenwerking. Het waren vier boeiende jaren. Ik dank u wel. Goed, daarmee zijn we aanbeland bij de heer Bouwers, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Het waren inderdaad vier boeiende jaren. En wat gemeentebelangen betreft wil u daar niet te ver over terugkijken. We willen dan wel vooruitkijken. En... Dat is ook al genoeg gezegd vanavond door de zes partijen. En ja, we kunnen het riddeltje nog over doen, maar we hebben er één punt of een paar punten uitgehaald. Graag college, raad en toehoorders. Ik wil beginnen met een metafoor. U zult het niet geloven, maar ik loop in het paradijs. De Hof van Eden. En dan? Ja, zie. Nou ja, maar dat doe ik nog niet. Goed. Als ik de evaluatie van het bestuur lees... Ja, dat heb je in het paradijs. Goed. Ja. Natuurlijk volledig gelukkig. Er ontbreekt mij niets. Mijn welzijnslevel staat op 100%. Als ik de evaluatie van het bestuur lees, moet ik me wel in deze toestand bevinden. Ik loop wat verder en aanschouw in de verte een pauw met zijn verenkleed uitgespreid. Er gaat een golf van blijdschap in mij om. Ik wil mij dichter bij de vogel begeven. Mijn geluk kan immers alleen maar groter worden. Ik haast mij in de richting van het dier. Ik kom dichterbij. En ik zie iets wat mij verstoort. Ik schrik. Ik zie. De pauw is de helft van zijn veren kwijt. Dichterbij blijkt de pauw helemaal niet zo mooi te zijn. Het realisme komt bij mij terug. Ik loop niet in het paradijs, maar in de slecht onderhouden groenvoorziening van de gemeente Koevoorden. Maar gelukkig heb ik mijn volledige realiteit terug. Als ik de evaluatie van het college lees, lijkt het wel of we in een paradijs leven. Maar de werkelijkheid is gans anders. Het moet mij van het hart dat dit verhaal het toppunt van narcisme is. Gelooft u nu werkelijk dat u van de gemeente Koevoorden een paradijs heeft gemaakt? Met als burgemeester en wethouders als koningen die precies weten wat de nederige onderdanen willen? Het is een eenzijdig verhaal van het college. Sorry. U heeft van de gemeente Koevoorden een onverzorgd beeld geschapen. Slecht groen onderhoud, verslechtering van de wegen, om maar een paar feiten te noemen. En dan het verhaal over de burgerparticipatie. Veel burgers van de gemeente Koevoorden zijn teleurgesteld.
Ik hoor hier vanavond ook andere verhalen, maar de teleurgestelde mensen die zijn er ook. Het college heeft de eerste stap gezet tot burgerparticipatie. Toch zijn veel burgers ook hierin teleurgesteld. Ze hebben het gevoel dat stap A is gezet, maar dat B, C en D nog moeten komen. Een tip daarin. Zorg ervoor dat bij de dorpenronde de notulen binnen een week worden gemaakt en dat zowel de gemeente als de vertegenwoordigers van het dorp voor akkoord tekenen voor de inhoud van de notulen. Dat bespaart u een hoop ellende en geeft veel goede duidelijkheid. Ik ga naar bladzijde 5 van de evaluatie. Burgemeester Bouwmeester schrijft, wij, de gemeente, is meer voorspelbaar geworden. Gemeentebelangen vraagt zich daaraf. Op welke wijze? Gemeentebelangen heeft hier niet veel van gezien. Wethouder Brink schrijft, de wijk- en dorpenronde is wel een succes in de zin van dat we nu weten dat er een andere aanpak nodig is. Dit is hetzelfde als NASA zou zeggen toen bij het verongelukken van de ruimteveer Challenger. Jammer van de bemanning, maar we weten nu dat we met de constructie moeten aanpassen. Wethouder Zwier schrijft, de gemeente is toegankelijk geworden. Alleen jammer dat de burgemeester, dat de burgerzaken gesloten is voor het publiek. Volgens mij heet het minder toegankelijk. Wethouder Huizing schrijft, gemeente dichter bij onze inwoners te hebben gebracht. Gemeentebelangen wil dat er maatwerk wordt geleverd en dat de inwoners niet als collectief worden gezien. College, als u wat minder uitbundig was geweest in uw evaluatie, dan had ik deze woorden niet hoeven uit te spreken. Nu wil ik het nog even hebben over de financiële overschotten. Het college heeft steeds aangegeven dat er goed en veel bezuinigd moet worden gezien de stand van de financiën. Het een en het ander moest bezuinigd worden en dat is terecht en daar heeft gemeentebelangen ook mee ingestemd. Het resultaat is dat er dus op dit moment 30 miljoen in kas is, ongeveer. Maar dat kan de wethouder u precies vertellen als u het wil weten. Eind 2017 in totaal in de algemene reserve een bedrag van ongeveer de 30 miljoen. Waarom heeft u de laatste jaren zoveel bezuinigd op het openbaar groen, straten en fietspaden? Waarom kon het niet uit de algemene reserve een 1,5 miljoen naar deze posten? Om het openbaar groen in ieder geval een beetje op peil te houden. De recreant is zo belangrijk voor de gemeente Coevorden. Waarom gaat u daar zo slordig mee om? Heer Slomp. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, volgens mij heeft meneer Bouwers in andere vergaderingen gezeten dan ik. Want dat eenmalige geld, dat is gewoon bij de afgelopen begroting geïnvesteerd in groen en wegen. Dus ik snap niet dat u hier met dit verhaal komt. Verder vind ik ik vind het een allemachtig zuur verhaal, meneer Bouwers. U hebt hier 4 jaar lang niks gebracht in deze zaal. Geen enkel voorstel, geen enkele motie. En nu komt u weer, wat u al 4 jaar lang doet, klagen, zeuren. Ik kan u echt niet volgen. Spijt me. Nou, als ik dat zo hoor, dan bent u alleen van de grootste zeurders. Maar goed, laten wij daar maar niet verder op ingaan. Ik denk dat bij gemeente Belangen altijd heeft meegedacht met deze gemeente en met dit raad en college. En wat dat betreft, meneer Slomp, zou ik maar eens goed naar uw woorden kijken wat u allemaal zegt. U wilt het vaak niet horen, dat is dan wel jammer. De heer Ten Berge. Ja, dan wordt er een beetje afbruggen aan door de toon die gezet is. Maar ik denk dat de vraag van de heer Slomp wel terecht was. Het geld is ingezet. En u bent eigenlijk een beetje met oude koeien bezig. Nou, want we zijn daar al mee bezig. Ja, u kijkt er ook net steeds achterom. En kijkt van in het verleden hoe het is verlopen. Ja. Ja, dat klopt, maar daar hebben we wel achteraan gezegd. We willen doorpakken, we gaan verder. En u blijft daarin staan, nu in steken. Nee, ik blijf daar niet in steken. Gemeentebelangen vindt het bijzonder jammer, ja, dat er aan het openbaar groen, en wat ik net gezegd heb, dat daar niet de volledige aandacht is gegeven. Wij zijn een recreantengemeente, ja,
En wij hebben ons daar de afgelopen jaren voor geschaamd om op die manier koe worden wat voor beeld dat het gaf. En daarom hebben we gezegd, waarom heeft u in de tijd, er was voldoende geld, wij zeggen niet, u moet alles opmaken, helemaal niet, maar waarom heeft u daar geen 1,5 miljoen van afgepakt, extra, ja, om het op niveau te krijgen. Ik dank u voor uw aandacht. Meneer Slomp. Nogmaals, meneer Bouwers, waarom hebt u dat hier dan niet voorgesteld? U hebt bij elke perspectiefnota, elke kaderbrief, elke begroting hebt u de mogelijkheid gehad om hier de motie in te dienen. Hebt u geen enkele keer gedaan. VVD heeft nog wel een poging gedaan, u geen enkele keer. Dan was u zeker niet bij de vergaderingen, want we hebben diverse malen over het openbaar groen en de straten hebben we over gesproken. Ja, u spreekt er altijd over in de zin, net zoals u hier doet, van ja, het is niet goed genoeg. Maar als u wat wilt bereiken, moet u met een concreet voorstel komen, moet u met een dekkingsvoorstel we komen. We hebben het college diverse malen gevraagd om daar aan te geven. Als u dan daar ook mee eens was geweest, had u met ons meegegaan en hadden wij een motie om een amendement in kunnen brengen. Ja, had u sowieso kunnen doen, maar het college heeft bij de laatste begroting extra geld vrijgemaakt voor eenmalige investeringen in het wegenonderhoud. Was van de week nog een mooi persbericht over, is extra geld vrijgemaakt om eenmalig te investeren in het achterstallig onderhoud op groen. En als u dat niet genoeg vindt, dan moet u, of dan had u, want uw kans is nu wel verkeken, had u met aanvullende voorstellen moeten komen. Voor mij zijn we aan het einde van de eerste termijn van de kant van de raad gekomen. In deze terugblik, want dat was het toch uiteindelijk wel, zo luidde althans mijn agenda, de evaluatie van de afgelopen bestuursperiode. Ik heb mij niet aan de indruk kunnen onttrekken. En dat zal ook niet de bedoeling zijn geweest van de sprekers dat er af en toe ook een forse blik vooruit werd geworpen. Maar dat gebeurt wel vaker in dit soort tijden. Dus dat is ook begrijpelijk. Wat mij betreft een paar initiële opmerkingen. En dan stel ik u voor dat we even naar de collegetafel kijken of daar nog, en die behoefte bestaat er wel, op een enkel onderdeel toch nog iets gezegd gaat worden. Zonder daar al te uitgebreid, denk ik, over te hoeven zijn. Want ik denk dat de algemene constatering toch is, ondanks kritische inkleuringen, nog eens even reflecteren op de discussies over denkbare alternatieven voor de afgelopen 4 jaren. Dat toch de constatering is, en ik ben u daar dankbaar voor, dat toch een brede onderkenning is dat we in gezamenlijkheid vooral, ik vond het ook mooi dat mevrouw Driehuis dat nog een keer benoemde, door het samenwerken in de raad en tussen de raadsfracties en het college, en natuurlijk alles ondersteund vanuit onze ambtelijke organisatie en voorbereid vanuit de ambtelijke organisatie, we het gevoel hebben dat we die lastige periode waar we deze bestuursperiode mee starten, toch goed hebben kunnen beëindigen. En natuurlijk valt er veel te wensen nog. En dat is waar uw verkiezingsprogramma's over gaan. En waar u de komende weken over hebt. En waar we in het begin van de komende bestuursperiode natuurlijk ook de plannen voor de komende 4 jaar moeten maken. Het is wel zo, die opmerking veroorloof ik me toch ook wel na aanleiding van het laatste debatje. U heeft het college aan het werk gezet de afgelopen 4 jaar aan de hand van dat door uw raad vastgestelde bestuursprogramma. Inclusief dus ook een meerjarig programma om te bezuinigen op het openbaar groen conform de uitkomsten van de takendiscussie. Ik denk wel dat het goed is om dat vertrekpunt nog even goed te benoemen. En het is inderdaad een resultaat geweest van de vele besprekingen tijdens die cyclische stukken, de begroting en de tussentijdse kaderbrieven, dat u het college ook heeft verleid, zou ik bijna kunnen zeggen opgeroepen, zouden anderen zeggen, om toch die ingezette koers die in het bestuursprogramma zo helder vooruitkijkt, daar waar het leek te kunnen, om ook die koers te verzachten. En dat is waar de heer Slomp net naar wees. Zo hoort het volgens mij ook te gaan. Dat proces niet een statisch programma is wat in 4 jaar wordt afgerold. Maar het is ook belangrijk om je te realiseren waar we mee gestart zijn en wat de opdracht, opvatting ook van die opdracht vanuit het college is geweest en hoe die zich daarin hebben gevoeld is neergelegd in dit stuk. Inderdaad een andere opzet, zoals het stuk ook aangeeft, dan u wellicht in de voorgaande keren gewend was. Maar ja, verantwoorden over een bestuursperiode doen we maar 1 keer in de 4 jaar, dus dat legitimeert ook wel dat je af en toe nog eens kijkt naar een nieuwe vorm. Vandaar ook dat filmpje aan de voorkant. Omdat we het ook belangrijk vinden om in de geest van Koevoorde Verbindt te kijken naar hoe we die boodschap richting onze eigen samenleving ook duidelijk kunnen maken wat onze ambities waren. Hoe daarop teruggekeken wordt. En inderdaad de verschillende stemmen vanuit de buitenwereld die u daarin heeft gehoord.
Die zijn daar nogmaals niet op geselecteerd, maar geven wel het authentieke beeld van hoe die ervaring is in wisselende gedaanten. En er is terecht door een aantal van u ook opgemerkt, ja, met een aantal bewegingen, daar zijn we op zichzelf wel tevreden over, maar daar kan ook nog wel meer, CQ daar moet ook meer. Ook daar, denk ik, verschillen we niet van mening. Dat heeft een interne component. Ik vond het ook wel mooi dat de heer De Vorst nog eventjes de opmerking over, ja, zeg maar even het instrumentarium wat in deze bestuursevaluatie staat, nog even naar voren haalt. Hè. Indicatoren zijn we dapper mee begonnen aan het begin van deze 4 jaar. Een poging om ook voor u zichtbaar te maken aan de hand van welke indicatoren we konden meten, zo u wilt, of we op de goede weg waren. Nou ja, en we delen denk ik algemeen wel de conclusie dat dat nog niet een optimaal proces is geweest, CQ. Dat dat omgaan met indicatoren en het formuleren daarvan nog een bijster ingewikkelde is gebleken. Alle reden wat mij betreft om met uw raad, hoe de samenstelling ook zal zijn straks, stil te staan, graag te willen stilstaan bij de vraag hoe we in het proces aan de voorkant van allerlei ontwikkelingen zouden kunnen investeren. Om samen met u tot een adequatere bepaling van welke indicatoren dan ook wellicht wel zouden kunnen bijdragen aan een goede monitoring, welke we dan te ontwikkelen hebben. Ook dat zal een product moeten zijn wat we samen met u in samenspraak ook met de ambtelijke organisatie ontwikkelen. Er zijn behartenswaardige opmerkingen denk ik gemaakt over juist die zoektocht naar hoe gaan we nou op de goede manier die verbinding maken. Hoe moeten balansen dan uitzien tussen individuele belangen, hun kansen, hun ambities kunnen verwezenlijken en de overheid ontmoeten als een partner versus de gestructureerde vormen van samenwerking in vereniging van plaatselijk belang. Ook daar verschillende meningen wel hier en daar wat over. Ik wijs toch nog maar even op het feit dat in die fraaie verkenning in boekvorm, die ergens in de komende periode binnenkort zal uitkomen, staan in ieder geval in die paragraaf die 12 kanttekeningen, de 12 thema's. En dit is er één van, waarvan we zeggen, ja, ook dat zijn de onderwerpen waar we het goed met elkaar over moeten willen hebben vanuit onze overheidsrol. En naar buiten kijkend, hoe gaan we dat vormgeven? Hoe willen we dat zien? Hoe willen we omgaan met een vraag als bijvoorbeeld de representativiteit van organen waar je budgetten aan toekent, dorpsstimuleringsbudgetten, dorpsbudgetten of wat iets meer zijn. Tal van vragen die nog om antwoorden vragen. Wat mij betreft is het stuk dus ook niet een stuk wat beoogt als het beeld van een fraaie pauw die de heer Bouwers neerzet. Te zeggen, we zijn in het paradijs en het is allemaal klaar. Verre van dat. Er valt in die zin nog veel te doen, maar de basis is wel op orde. Dat is de strekking, denk ik, van het stuk wat voor u ligt en de constatering wat het college bij u wil neerleggen. Goed, dat wat mij betreft denk ik maar even een algemene aantal opmerkingen aan de voorkant. Ik heb de neiging om in de bevraging en de gelegenheid bieden aan de leden van het college ook maar even de traditionele begrotingsvolgorde te hanteren. Dat we eerst even met de portefeuille de financiën beginnen, om het zo maar eens te zeggen. Omdat een van de belangrijke missies natuurlijk ook tegelijkertijd dat was. Dat we weer in de positie zouden kunnen geraken aan het eind van deze bestuursperiode. Waarin ook weer nieuwe keuzes, nieuwe afwegingen aan de orde kunnen zijn. Dus ik geef graag de heer Zwiers de gelegenheid om als eerste van de overige collegeleden nog even in te gaan op een aantal door u gemaakte opmerkingen. De heer Zwiers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga hem toch ook wel even permitteren om niet alleen maar op feitelijke zaken in te gaan, maar ook wel een beetje gevoel erin te leggen. Want dat hebben we de afgelopen tijd altijd gedaan. En zo zijn we ook met elkaar omgegaan. Voorzitter, geachte raadsleden, mensen op de tribune en thuis. Ruim 4 jaar geleden mocht ik namens BBC in het college deelnemen. Zonder politieke ervaring, zonder ambtelijke ervaring, maar wel met veel energie. En gelukkig ook met wat inhoudelijke kennis op de portefeuilles die ik de afgelopen 4 jaar had. Financiën was daar één van. En aan die eerste begroting in 2015 van dit college en van uw raad bewaar ik gemengde gevoelens. Het was acrobatisme van de bovenste plank. Met als apotheose een gesprek met de gedeputeerde op het provinciehuis, waarbij we onder curatelen zouden kunnen komen. Samen met onze voormalige gemeentesecretaris werd ik opgeroepen. Met de steun van onze
onze Miranda, zeg ik maar even, u allen bekend, gaat morgen volgens mij onder het mes en wordt geopereerd. Ik wens haar in ieder geval veel sterkte vanaf deze plek. En al telefonerend hoe de provincie het in hun hoofd haalde om ons ter verantwoording te roepen op een sluitende begroting en een meerjarenperspectief. En we kwamen net op tijd achter de reden. Ze hadden een aantal wijzigingen die absoluut nodig waren voor een sluitende begroting niet verwerkt. Ze zaten er al. Twee dames van de afdeling toezicht. Maar helaas voor hen sneden we ze de pas af. Voor de poorten van de hel, zoals men dat figuurlijk wel eens pleegt te zeggen, sleepten we de begroting de goede kant op. We waren op de terugreis nog maar bij Titi Circuit en het verlassende telefoontje was daar. De felle woordenwisseling op het provinciehuis hebben we later samen met de gedeputeerden bij de nieuwjaarsreceptie weggespoeld met een biertje. Toen deze missie geslaagd was, dacht ik, wanneer dit goed gaat, gaat er veel meer goed komen de komende jaren. We hebben voor de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 nog één periode aan, ik noem het altijd, verliesplanning moeten doen. Vooral vanwege waardering van vastgoed en gronden. Verliesplanning op een verantwoorde manier, het verlies dragen wanneer het ons uitkwam. De onderbouwingen waren voor de provincie gelukkig voldoende overtuigend. De teamgeest die nodig was om de zware financiële opgave voor Coevorden aan te kunnen, werd gevonden binnen het college, overigens ook binnen uw raad. Met dank daarvoor. Ja, BBC geeft aan dat de kracht van de samenleving is gevonden. En dat kan ik onderschrijven. Al die initiatieven die we hebben gezien, die we hebben voorbij zien komen, de energie die daaruit voortkomt, die energie geven mensen aan elkaar door. En die zorgt voor dynamiek. En daar mogen we echt trots op zijn. In de Stekzone hebben we veel activiteit gezien. We zien ook dat er veel geïnvesteerd wordt op de industrieterreinen. En vooral ook hier in Coevorden. En ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want ik heb steeds zelf betoogd, economie is regionaal. Maar zoals u wilt, zeg ik dat toch. Het pak refereerde daar even aan. Ook voor Coevorden, ja, ook voor Coevorden is er goed gepresteerd vanuit de Stekzone. We hebben de meeste bedrijven gezien in Coevorden die ten opzichte ook van de andere gemeenten die toch wisten hoe het werkte binnen dat subsidietraject. Ik hoef de VVD dus denk ik niet meer uit te leggen dat we financieel er wel slecht voor stonden. En snel internet, vanuit het perspectief van de burger, beste mensen, het is van de burger, dat initiatief. En het blijft van de burger als het aan mij ligt, want de inwoners hebben het samen gedaan. En als we dan kijken wat voor kracht daar uitspreekt, dan denk ik, dat is wat we graag met elkaar zouden willen zien. En dan moet je geduld hebben, af en toe. En dat hebben we. En ik hoop, en ik was gisteren in Steenwijk-Smoer, daar is het nog eens aangehaald, er was een presentatie vanuit de stichting Glasvezel Zuiderveld. En daar werden de mensen ook gewezen op wat traject we nog hebben te gaan. Niet door mij, maar door de mensen van de stichting. En vitale vakantieparken, ja, daar hebben we al ongeveer anderhalf jaar aan gewerkt. Het is zeker niet van de provincie. Ze hebben het initiatief genomen. Maar het werk, beste mensen, komt bij ons terecht. Wij zullen de besluiten moeten nemen om te zorgen dat we vitale vakantieparken houden. En dat begint natuurlijk bij de wil en de wens van de ondernemers. Want die moeten daar wel in meedoen. We hebben een centrumvisie. En als we dan hebben over geen grote projecten, dat is een immens project. En we hebben het voor elkaar gekregen dat de ondernemers weer enthousiast zijn. En dat ze meedoen. En daar ben ik erg trots op. Het CDA gaf aan dat de inventarisatie, of dat de financiële situatie zeg maar wel in beeld was. Dat klopt, er was een inventarisatie geweest. En ik ben ook dankbaar voor het feit dat ik een nette administratie overgedragen heb gekregen bij de start van deze bestuursperiode. En daarnaast inderdaad overzichtelijk, die financiële positie. Maar ja, dat was ook niet zo moeilijk, want er was niks. De Stekzone en de drie O's.
Ik denk dat we nog nooit zo dichtbij een goede regionale samenwerking zijn geweest op economisch gebied. En dat moeten we blijven voeden en we moeten blijven stimuleren. Ik ben ervan overtuigd dat economie iets regionaals boven regionaals is. En daar mogen we echt voor gaan. En we willen ook voorzichtig blijven, zorgvuldig vooral. Inwoners mogen niet weer geconfronteerd worden met een terugval. En volgens dit college is dat ook niet nodig, want we hebben een buffer. En de schuldpositie van deze gemeente is aanzienlijk verbeterd. En wat ons betreft kunnen we investeren, wel zorgvuldig, maar wel steeds maar in het achterhoofd. Wat betekent dat dan voor de exploitatiekosten? Zoals ook het PvdA al aangaf. En is het dan een bewuste keuze geweest om te bezuinigen, maar ook een andere bestuurstijl te hebben? Het is een bewuste keuze geweest. Want ik zeg u eerlijk, wist ik veel hoe de gemeente er financieel voor stond bij de start van deze periode. Ik heb het ervaren en we hebben het met elkaar opgelost. U ook als raad. En daarvoor dank ik u ook. En achterom kijken heeft dan geen zin. Ook niet als het gaat om die grote projecten die al voor ons tot besluitvorming hebben geleid. En of dat nou de spoorboog is of het EDS-plein. We hebben het gewoon als uitgangspunt moeten nemen. En dat hebben we volgens mij vol overtuiging gedaan. Het pak sluit positief af. En daar ben ik ook blij om. Ik heb het ook gevoeld, die betrokkenheid van steeds meer mensen bij ons beleid. Maar we hebben ons ook betrokken gevoeld bij het beleid van de samenleving zelf. En dan de dorpenronde. Ja, ik heb wel eens gezegd, schaf maar af en zoek elkaar op het moment dat je elkaar nodig hebt. Dat is veel belangrijker. Weet elkaar te vinden op het juiste moment. En we zien dat daar ook ontwikkelingen plaatsvinden. En als er dan mooie stukken voorbij komen omdat we dingen goed voorbereid hebben, dan, ja, dan is dat een hamerslag. Maar het is ook wel een compliment aan ons met elkaar, als raad, als misschien ambtelijke organisatie, maar ook als college denk ik, dat we in ieder geval zorgvuldig zijn omgegaan met het inventariseren van wat de wensen van onze samenleving is. En aardgasloos, ja, zeg ik dan, in de woonvisie zou ik dat best willen opnemen als het ware. Maar gasloos, daar twijfel ik heel sterk aan voor ons bestaande bezit, ook voor het corporatiebezit. Ik denk dat met de goede keuzes daarin en een goede combinatie daarin, dat de corporatiesector bijvoorbeeld ook sneller kan verduurzamen in haar bestaande bezit dan wanneer we het alleen maar op elektrisch zouden moeten doen. En dan tot slot toch even het gemeentebelangen. Ja, het is al een paar keer aangehaald. Ik kan me bijna niet inhouden als ik eerlijk ben. Ik vind verkiezingsretoriek zonder inhoud. En jammer dat u pas bij de laatste raadsvergadering iets meer van uzelf laat zien. U heeft wel unaniem de begroting gesteund en daar was ik erg blij mee. En ik begrijp er dan ook helemaal niks van, wat u zegt. Geen voorstellen, maar wel unaniem de begroting steunen. En de baliefunctie, daar ga ik niet over. Gelukkig niet, zou ik zeggen, maar ik denk dat we daar met elkaar ook niet over hoeven uitweiden. En u was niet erg uitbundig. Ik ben dat wel. En dat wil ik graag zo houden. Dank u wel. Ik stel voor dat we het woord geven aan de heer... Wie voelt zich aangesproken? De heer Brink staat te popelen. Ja, gaat de gang. Ja, zo ken ik u ook. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een mooie avond. Maar ik weet niet hoe het u vergaan is. De afgelopen 4 jaar zijn mij voorbij gevlogen. En ik vind het ook verrekte jammer dat dit de laatste raadsvergadering is in deze samenstelling. Want ik heb, naast dat we best een moeilijke klus hebben gehad, ook enorm genoten. En de hoogtepunten zijn altijd ook zeker de raadsvergaderingen. Dus daarvoor mijn hartelijke dank en de samenwerking. En we doen dat ongetwijfeld nog een keer na de verkiezingen. Bij het afscheid nemen van de oude raadsleden. Maar toch in deze laatste raadsvergadering wil ik dit graag met u delen. En het is dan ook dat ik best wel trots ben op de woorden die u hier gesproken heeft.
dan is de een zo trots als een pauw, wat later toch blijkt een beetje een andere vogel te zijn. Maar we hebben elkaar niet blij gemaakt met een dode mus. Want we hebben de financiële situatie in Coevorden weer op orde. En dat is niet alleen omdat we het samen hier in dit huis zo goed gedaan hebben. We hebben ook best wel een beetje de wind meegehaald. En alles met elkaar hebben we in ieder geval de structuren in onze begroting en in onze uitgavenpatronen fors herzien op basis van de takendiscussie. En we kunnen wat dat betreft ook daar heel zuinig op zijn om de toekomst goed in te kunnen. Want ik ben het met de heer Slomp eens. We zitten straks voor de nieuwe periode in een begrotingstijd waarin u vandaag al een brief hebt gekregen over het resultaat van 2017. Dan zitten we op een algemene reserve van zo'n 29 miljoen. En als je van 2 ton afkomt en we kunnen hier nog net een rondje friet kopen hier voor de hele tent. En we zitten nu met een reserve van 29 miljoen waar we ook echt verder mee kunnen. En niet om de spaarpot te vullen. Maar ook om in die volgende periode weer als volwaardige trotse gemeente die zijn boekhouding voor elkaar heeft, die zijn positie voor elkaar heeft, te kunnen investeren in die samenleving. Want daar is het u en dit college om te doen. Een goede, mooie samenleving van Coevorden. En dames en heren, daar hebben we de afgelopen 4 jaar, ondanks die moeilijke financiële situatie, hard aan gewerkt. En ik ben blij dat ik voor deze gemeente heb mogen werken. Omdat we, ondanks dat we het financieel moeilijk hebben, toch in dat sociaal domein gezegd hebben, hier met elkaar, daar gaan wij niet op bezuinigen, want het vangnet voor de mensen die het nodig hebben, dat willen we steeds blijven bieden als gemeente. Ik dank u daarvoor en ik denk heel veel Coevordenaren. Want we hebben kunnen investeren in het sociaal domein. We hebben die decentralisaties goed op kunnen vangen, met nagenoeg geen problemen. En we hebben de transitie goed afgesloten. We gaan nu echt naar de transformatie toe. En velen van u hebben het al gezegd. U bent blij dat we inzetten op die preventie. En die preventie, dames en heren, is enorm nodig. Want als wij alle beleidsterreinen overzien, ook van mijn collega's, dan kun je zeggen dat het altijd met elkaar samenhangt. Want als we zien wat de toekomstige arbeidsmarkt vraagt, dan is dat niet het opleidingsniveau wat gemiddeld hier in Coevorden voorhanden is. Dan hebben we daar in scholing wat te doen. Maar om een school een zak met geld te geven en zeggen doe je best eens even, dat gaat niet helpen. Dan hebben we ook de thuissituatie van die leerlingen nodig. Dan hebben we de sociale omstandigheden van deze mensen nodig. En als ze in armoede leven of een schuld hebben, dan hebben ze die gemeente nodig. En dan hebben ze die huisvesting en die goede woning en die goede sociale omstandigheden nodig. En daar moeten mensen zelf verantwoordelijk voor zijn, maar af en toe gaat dat niet. En dan zijn wij er als gemeente om dat op te pakken. En we hebben nu die basis gelegd om ook in die toekomst al die verschillende beleidsterreinen met elkaar te kunnen verbinden. Dat proberen we door programmamanagement te doen, om die verschillende beleidsterreinen ook met elkaar te verbinden en vooral ook te laten versterken. Dat is een hell of a job. Dat heeft nog niemand in Nederland vertoond. Maar we leggen het neer voor de volgende bestuursperiode en daar ligt volgens mij voor u een geweldige uitdaging om van deze samenleving een bloeiende samenleving te maken die zich optilt uit een situatie waarbij we nogal wat gezondheidsverschillen hebben, dat we die gezondheidsverschillen kunnen aanpakken en dat we ook die beleefde gezondheid van de Coevordenaren optillen naar een niveau waar we weer trots op kunnen zijn. En ik ben ervan overtuigd dat we deze 4 jaar de basis gelegd hebben, ook door verbindend besturen. Want het verbindend besturen heeft vooral voor mij betekend dat ik met iedereen in overleg ging als gelijkwaardige partner die elke inbreng waardevol vond. En van die waardevolle inbreng samen steeds goede plannen heb gesmeed. En ik vind dat we daarmee verder moeten gaan, maar betekent ook dat we voor de ontwikkeling van de lokale democratie nog een hele klus te doen hebben. En laten we nu kijken of we voor de volgende deze verkiezingen dat opkomstpercentages op 60% of 65% krijgen. Dat het vertrouwen in ons als lokale bestuurders en vertegenwoordigers van de politiek, dat vertrouwen hersteld wordt. Dat vraagt even, maar het vraagt ook dat doorzettingsvermogen wat voor verbindend besturen nodig is.
en dat verbindend besturen kan zijn beslag krijgen in die volgende periode en al die periodes daarna. Want dames en heren, misschien teleurstellend, uw werk is nooit af. Dank u wel. Dank, meneer Brink. Dan de heer Huizing. Ga er gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik eens andersom gaan beginnen. Want normaal dan bij zo'n begroting dan komt gemeentebelang als laatste aan bod. Laat ik nu eens beginnen. En wel omdat ik eigenlijk het meest verrast ben door gemeentebelang. In dezezelfde zaal, afgelopen vrijdag, heb ik nog te horen gekregen dat de hemel steeds minder druk wordt. En ik dacht even toen de heer Bouwers begon over de Hof van Ede van oh, dan gaan we over op bevolkingskrimp. Nee, dat was het niet. Toen maakte hij de slag naar het welzijnsniveau op 100%. En ja, ik moet ook eerlijk toegeven, ik heb mij ook heel erg vermaakt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Met die leuke vondst van Arjen Lubach, die Kamer Kotschi. Dus ik dacht, oh, dan krijgen we welzijnsniveau 100%. De heer Bouwers gaat nu zijn gemeenteraadskotschi introduceren. Nee, was het ook niet. En toen kwam eigenlijk een beetje de anticlimax, want het bleek te gaan over groen onderhoud. En nou, de burgemeester heeft terecht denk ik al aangegeven van ja, dat was wel iets wat wij als college hebben uitgevoerd, maar u als raad heeft vastgesteld. En ik wijs u er ook nog graag op dat ik volgens mij de eerste ben geweest die u misschien wel tot vervelens toe in de raadsvergadering waarover besloten werd, heeft gezegd van let op, u gaat wel wat besluiten als u dit doet. Het wordt gewoon minder. Ik denk ook wat dat betreft de suggestie die bijvoorbeeld ook vanuit de VVD-fractie werd gedaan, dat een andere volgorde gemaakt had kunnen worden, dat die ook gewoon onjuist is. Collega Swiers gaf het eigenlijk al aan, om überhaupt financieel nog zelfstandig te kunnen blijven opereren, was fors bezuinigen gewoon noodzakelijk. En dat hebben we dan ook gedaan. De financiële basis moest gewoon eerst op orde. En dat hebben we dus niet gedaan omdat het kon, maar dat hebben we gedaan omdat het moest. Het spreekwoord luidt niet voor niks, zonder geld geen Zwitsers. En daarom moesten we fors bezuinigen op bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte en op het wegonderhoud. Toen de financiële situatie van de gemeente het weer toeliet, richting eind van deze bestuursperiode, hebben we vervolgens ook de noodzakelijke stappen gezet om ook op andere aspecten die basis weer op orde te krijgen. En dankzij besluiten van uw raad hebben we de komende periode voldoende financiën om een forse, maar hoognodige investering, een vervangingsinvestering te doen in het openbaar groen. En dat dan niet op een manier van we gaan weer terug naar het oude. Ik heb dat door enkele van u ook al horen zeggen. Nee, we gaan niet terug naar het oude. We gaan het doen met beplanting die ook minder onderhoud nodig heeft. Zodat we ook toekomstbestendig met het onderhoudsbudget dat we hebben gewoon toch een goed kwaliteitsniveau kunnen leveren. En u heeft als raad besloten om het budget voor de wegen weer op het prima niveau te brengen van 2010. Het budget is overigens nog hoger, maar het wegenonderhoud kan weer terug naar dat niveau. En u heeft geld uitgetrokken bijvoorbeeld om naar duurzame straatverlichting in de hele gemeente te gaan. Ik denk dat dat alleen maar kon omdat we in het begin juist die keuze hebben gemaakt met z'n allen van laten we nu eerst zorgen dat we er financieel weer zo voorkomen te staan dat we ook zelf aan het roer zitten. Dat we niet inderdaad al onze besluiten voor moeten gaan leggen aan een provincie. Maar dat we dat zelf kunnen blijven beslissen. Ik ga weer even terug naar gemeentebelang. Want u citeerde mij. Nou, dat vereert mij volledig. Alleen u heeft het citaat niet volledig gedaan. Want u geeft aan inderdaad van ja, wat we niet moeten hebben is dat we burgers, inwoners als collectief behandelen. Nee, u moet maatwerk leveren. Nou, volgens mij het citaat, de laatste zin, geeft juist aan dat wij aangaan van nee, wat wij willen is ons verdiepen in de situatie. In de specifieke situatie van de inwoners. Ik kan dat niet anders lezen als dus maatwerk willen leveren. Dan kom ik op verbindend besturen. Ik heb inmiddels alweer een behoorlijk aantal inkleuringen gezien van verbindend besturen. En het mooie is, volgens mij zijn ze ook allemaal juist.
Want verbindend besturen is niet één aspect. Verbindend besturen is mensen opzoeken, is ter plaatse gaan, is je verdiepen in een specifieke situatie. Maar is ook door dat ter plaatse gaan gewoon een beter gesprek krijgen. Maar het is ook mensen met elkaar in contact brengen, partijen met elkaar verbinden. En het is ook de kracht van de samenleving optimaal benutten. En niet door daar zelf in te gaan sturen en zelf met allerlei doelen te komen en dan te gaan zeggen van nou, inwoners, we hebben goed nieuws. U mag met z'n allen iets gaan doen wat wij bedacht hebben. Nee, gewoon echt die ruimte geven en dan echt mensen zelf wat meer inspraak of zeggenschap te geven over die lokale leefomgeving. En het is ook, en dan kom ik bij een opmerking die het pak maakte, het is ook juist in moeilijkere processen toch proberen om datzelfde uitgangspunt te houden. En u gaf, de PAK-fractie, u gaf aan dat er te weinig ondersteuning voor inwoners was in het windmolenproces. En dat heeft mij toch wel wat verbaasd. Want juist van alle kanten is aangegeven dat de keuze die wij hebben gemaakt om ondersteuning te bieden aan inwoners door een deskundige, een onafhankelijke deskundige, door die in te huren om de omwonenden bij te staan, heeft iedereen gezegd van dat was de goede stap. Dat was inderdaad heel goed. En dat dat er niet toe heeft geleid dat omwonenden nu zeggen van nou hartstikke mooi dat de windmolens bij ons komen. Volgens mij is dat een hele logische. Die snapt, ik denk iedereen hier in deze gemeenteraad. Maar als dan de conclusie is van nou we hebben toch het minst slechte resultaat weten behalen met z'n allen. Dan denk ik dat dat, zoals ik ook al in het geschreven stuk heb gezegd, ook een groot compliment is aan diezelfde inwoners. En dat valt voor mij niet helemaal te rijmen dan met uw opmerking. Collega Brink heeft eigenlijk al vol passie gesproken over preventie. Nou, dat ga ik niet helemaal overdoen. Maar we zitten wat dat betreft volledig op één lijn. En ik vind het ook mooi dat, zoals de heren Zuur en Slompel aangaven, het is ook echt mooi dat we wat hebben kunnen gaan werken in deze periode aan het verbeteren van de situatie van kinderen. Ieder kind gewoon eenzelfde uitgangspositie geven. En taalontwikkeling was daar denk ik een hele mooie eerste stap van. De werk is nog lang niet af. We hebben nog heel veel stappen te zetten. Nou, dat lijkt mij ook een hele mooie stap om te gaan zetten. Maar goed, daar wachten we 21 maart maar even vooraf in hoeverre zo'n kans geboden wordt. En dan moeten we ook nog de nodige stappen gaan zetten als het gaat om de onderwijshuisvesting. Kijk, de basis ligt er nu wel, maar we moeten nu denk ik inderdaad gaan kijken van die schoolgebouwen die we hebben. We hebben de afgelopen jaren ook op dat gebied moeten zeggen van eigenlijk is er gewoon geen geld. Punt. En nu we weer ruimte hebben, nu we ook met al die partijen, met de basisscholen, maar ook met de Nieuwe Vesten en het Estal College, in gesprek gaan over wat voor onderwijsvesting, huisvesting hebben we nou in de toekomst nodig. Ja, daar komen de, allerlei onderwerpen komen aan bod. Nou, het Schoonoord werd al genoemd, de Nieuwe Vesten werd al genoemd. Nou, ik denk dat we daar het goede gesprek voor moeten gaan voeren. De eerste, of het begin is er geweest, daar bent u ook allebei geweest. En ja, dat praat een stuk makkelijker als er ook geld is voor de broodnodige investering. Ja, ik ga niet afsluiten met u te danken voor de mooie samenwerking, et cetera. Want volgens mij hebben we nog een vergadering van uw raad in deze samenstelling over een paar weken. Dus dan ga ik dat zeker doen. Maar ik sta hier in ieder geval wel trots. En dat is niet trots als een pauw en dat is niet naast mijn schoenen lopen. Maar vooral omdat we denk ik met z'n allen inwoners, raad, college de nodige stappen hebben gezet die echt gewoon nodig waren in deze gemeente. Ik dank u wel. Daarmee einde aan de termijn van het college. Er zijn waarderende en relativerende woorden gesproken over de evaluatie van het bestuursprogramma van de afgelopen bestuursperiode die voor ligt. Ik kijk even nu rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Ik kan me zo voorstellen dat u daar waar het voorstel is om hier kennis van te nemen, tot de conclusie komt dat ook nu alles wel is gezegd. Maar natuurlijk, u heeft het laatste woord. Dus als u behoefte heeft aan een tweede termijn, dan gun ik u die graag. Ja? Nee? U weet, als één het doet, dan doen we het allemaal weer. Hè? Dus mag u dan wel vragen om enigszins beknopt
nog een afrondende opmerking te kunnen maken. Ik snap die behoefte dan ook nog wel. Dus ja hoor, u mag blijven zitten. Tweede termijn, tenslotte gaat u gang, meneer Ten Berg. Zelfde volgorde. Ja, dank u wel. Ja, ook wij hebben meerdere verhalen gehoord. En het lijkt heel duidelijk dat er een behoorlijke overeenstemming is. Behalve dan de VVD die zich aan die enkele dingen gebruikt waarvan wij ook, wat wij ook niet begrepen. Wat de heer Zwiers al zei, die glasvezel en de vitale vakantieparken. Ja, verder hoor ik alle partijen positief over de financiën. Iedereen ziet duidelijke stappen en we vinden ook allemaal dat er nog meer stappen gezet moeten worden. U zet zichzelf zo wel een beetje op een eiland en ja, kunt het bijna als Calimero gedrag kwalificeren. CDA, nou ja, mooi dat jullie dat verbindend bestuur een beter hebben omschreven dan wij. Dat zal wel in waarheid als een koe zijn. Ik wil het pak bedanken voor het compliment dat door toevoeging van de BBC aan de vorige coalitiepartijen dat het daardoor financieel beter gaat. Het PAK neemt volgens mij wel een hele grote rol in de bestuurlijke vernieuwing. Ik begrijp die opmerking niet zo goed van waarom u een grotere rol in de bestuurlijke vernieuwing heeft gestoken dan andere partijen. En u neemt heel enthousiast, u bent heel enthousiast over het beleid, dat is mooi. Maar u heeft wel tegen het bestuursprogramma gestemd natuurlijk. Gemeentebelangen is een beetje onbegrepen. Als u een minder positief stuk had gehad, dan had u minder commentaar gehad. Dat vind ik een beetje een opmerking meer. Die mag u van mij nog wel eens uitleggen. Het raadsvoorstel is kennisnemen van het evaluatie bestuursprogramma. Het lijkt mij duidelijk en dat we nu dan maar verder opgaan naar de verkiezingen. Helder, dank u wel. Mevrouw Eijens. Dank u wel, voorzitter. Allereerst denk ik niet dat iedereen heel goed geluisterd heeft, want we hebben duidelijk gezegd dat financieel gezien dit college het goed heeft gedaan. Daarnaast zijn wij ook altijd voorbehouden financieel dat het basis op orde moet zijn. En zeggen we daarbij, we moeten niet gaan potten. En dat we, als er geld over is, moet het besteed worden of terug naar de inwoners. Dat hebben we altijd gezegd. Ten aanzien van wat de burgemeester nog aangaf, het statisch programma, dat een bestuursprogramma niet statisch is. Nee, we hebben er gaandeweg ook geprobeerd veranderingen aan te brengen door middel van het indienen van moties. Onder andere ook over het groen onderhoud, wat weggewoond werd min of meer, maar nu op scheiden van de markt alsnog extra geld voor beschikbaar gesteld wordt. Dus daar zijn we op zich natuurlijk wel heel blij mee dat het nu in gang gezet wordt. Ten aanzien van de centrumvisie. Wij onderstrepen deze centrumvisie die er nu voor ligt absoluut. Maar het heeft wel wat stagnaties gehad aan het begin van deze periode, waardoor toch 2 jaar wat is blijven liggen. En de leegstand is daardoor wel wat extra omhoog gegaan. Even kijken, volgens mij heb ik dan de meeste punten wel gehad. Daar wou ik het hierbij laten. Dank u wel. De heer CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook even kort de partijen voor zover nodig bij langs. BBC, daar had Ten Berg net al een waarheid als een koe te pakken. De VVD-plannen duren lang. Ja, dat zou de VVD toch moeten weten als ervaren bestuurderspartij. Helaas voor de VVD de afgelopen periode niet. Maar goed, je weet nooit hoe het balletje natuurlijk kan rollen. Als het enigszins constructieve opstelling daarbij wordt gekozen. Ten aanzien van die financiële positie wil ik toch nog wel even een opmerking maken richting de VVD. Wie het verleden niet kent zal geen greep krijgen op de toekomst. Leren van het verleden, dat proberen wij in ieder geval wel te doen. En voor de wat minder zware denkers onder ons wil ik hem ook wel vertalen. En wie zich het verleden niet herinnert zal in parkeergarages vaak lang naar zijn auto moeten zoeken. Vond ik wel een mooie. Voor wat betreft de Partij van de Arbeid. Die neemt de voorschot op de verkiezingsdebatten met de investering in sportaccommodaties. Nou, liever in scholen dan in sportaccommodaties. Nog los van de vraag of de leden en verenigingen daarop zitten te wachten. Even buiten de duurzaamheidsinvesteringen om.
Pak, ja, de heer Huizing noemde het ook al, de windmolens. Soms wordt het gebruikt als voorbeeld van zo zou het kunnen en soms zo moet het niet. Nou, laten we het even proberen los te zien van het, of je uiteindelijk met de beslissing eens bent. Het gaat om het proces. Ja, en dan snap ik hem weer wel hoe het pak er tegenaan kijkt. D66, nou die participatieladder, dat is vind ik wel een om heel goed vast te houden in de toekomst. Het circulair bouwen. Ja, bouwden we maar zulke grote complexen als in Apeldoorn zou ik bijna zeggen. Maar goed, wie weet wat er in het vat nog zit. Ja, en gemeentebelangen, daar wil ik dan ja, toch mee besluiten. Ik begrijp nu waarom of op die borden om lantaarnpalen, die posters, niet zo hoog zijn als het bord waar ze op zijn geplakt. Want dat geeft ruimte aan het gras om voldoende hoog te groeien, zodat we de posters in ieder geval nog kunnen zien. Dank u wel. Ik wil hem nog wel een keer uitleggen straks hoor, in de nazit. Ja, ja, zo zit iedereen nog even zijn markering in deze slotronde. De heer Slomp, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ik loop ook de partijen en ook het college denk ik maar even kort bij langs. BBC 2014, ja, uitermate doortimmerd verhalen. Misschien wel een van de beste verhalen die u hier ooit gehouden hebt, meneer Ten Berge. Wij vonden het echt geweldig. Hebt u goed gedaan. Mag de pers opschrijven? Ja, mag van mij ook. Ik vond het wel wat jammer dat u af en toe toch nog een vals tegenstellingje tussen stad en platteland erin weet te fietsen. Maar ja, dat krijgen we er lastig uit. Maar zolang u een wethouder heeft die zijn meeste geld in de stad uitgeeft, dan vinden wij het prima. De VVD heeft ja, zijn eigen beleving van de financiële situatie bij aanvang van deze periode. Gelukkig hebt u dat als enige. In uw reacties op de stellingen in Huis aan Huis heb ik met plezier kunnen lezen dat u het met terugwerkende kracht eens bent geworden met het stimuleringsfonds. Dus dat is ook alweer winst. En het tekent zich langzamerhand een meerderheid af voor het doortrekken van de haven in Koevorden. Want ik heb het Gert-Jan Suren horen noemen. En ik hoorde het van de week de lijsttrekker van VVD bij de Nieuwe Veste ook een warm pleidooi voor houden. Dus Koevorden, let op, dat gaat goed komen. U bedoelt een meerderheid in de huidige samenstelling van de gemeenteraad? Niet te flauw. Ik ben het zeer met het CDA eens dat je het dak moet repareren als de zon schijnt. De zon schijnt, dus laten we de komende jaren het dak repareren bij de sportverenigingen, de kunstgrasvelden en de scholen. Dat komt ook helemaal goed. Pak, positief verhaal, mooie bijdrage. U wilde af van de links-rechts tegenstellingen en daar denk ik dat u zich als partij met het meest linkse profiel in deze gemeente toch zichzelf tekort doet. U zei mooie dingen over het verbinden en besturen, maar gebruikte net de verkeerde voorstellingen, want volgens ons ging het daar wel goed bij het AZC, de windmolens en bij het EDS-plein. Vond ik ook al een ongelukkig voordeel, want als u nu eens wist wat de aanleiding was van de aanpakken van de Holdert, dan was dat toch vooral de bodemverontreiniging en volgens mij was het u daar ook zeer om te doen, om daar eens wat aan te doen. D66, ja, er moet ook een paar cent van terugkomen. D66 noemde de indicatoren lastig. Nou, dat vonden wij ook. Maar goed, daar moeten we nog eens aan doorpuzzelen. En het eerste lid voor de werkgroep is al gevonden, dus dat gaat ook al goed komen. Duurzaamheidsagenda duurt lang. Ja, als je het doen wilt zoals we het nu doen, hè, in gesprekken en voorbereiding met de samenleving en de maatschappelijke organisaties, dan heb je ook wat tijd nodig. Dus dat is wel misschien ook niet zo erg. Die tijd win je volgens mij terug aan de achterkant van het proces als je een gedragen voorstel hebt. Gemeentebelangen, ja, ik reageerde daar fel op, misschien ook wel wat te fel. Maar meneer Bouwers weet als geen andere in dit huis hoe de politiek werkt. Als je als raadslid wat ter sprake brengt in deze raad, dan pikt het college het eruit als het hun uitkomt.
En als het er niet uitkomt, doen ze er niks mee. Als je voorstellen door deze raad wilt krijgen, zul je een concreet voorstel moeten maken en daar een meerderheid voor moeten krijgen. Zo werkt de politiek nu eenmaal. En als je die voorstellen niet brengt, moet je achteraf ook niet te veel klagen of zeuren, zoals ik dat noemde. Dan het college. Bouwmeester gaf een mooie beschouwing op het verbindend besturen en sprak daar wijze woorden over. Meneer Swiers gaf een inkijkje in de acrobatiek bij het aanvang van deze periode. En ik ben blij dat hij ook de ruimte ziet om in de komende periode weer wat eenmalige investeringen te doen. En daarbij wel erop te letten dat de structurele kosten niet te veel oplopen. Meneer Brink hield een gloedvol betoog over het sociaal domein, zoals we van hem gewend zijn. En meneer Huizing gaf een prachtige beschouwing op het groenonderhoud. En hij zag ook de broodnodige investeringen in de scholen. Ja, u allen bedanken ga ik bij de laatste raadsvergadering op mijn eigen manier doen. Dus dat laat ik hier maar achterwege. En daar wilde ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Slomp. Dan zijn we bij mevrouw Driehuisbak. Nou, ik zal me beperken tot het feit dat ik niet alle partijen ga aflopen en ook niet het college. Ik denk dat we over het algemeen heel positief hebben teruggekeken op de afgelopen 4 jaar. En dat vind ik heel mooi. We komen elkaar de komende weken nog voldoende tegen om elkaars tegenstellingen te benadrukken en hier en daar de maat te meten en de degens te kruisen. Dus ik denk dat daar wel een uitdaging ligt voor ons allen. Ik hoop dat we elkaar straks wel weer vinden als er een nieuwe raad is en een nieuw college, want er liggen een paar hele mooie uitdagingen op ons te wachten. En ik kan alleen maar mijn hoop uitspreken namens het pact dat we dat op dezelfde constructieve manier gaan doen als we dat de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. Dank u wel, meneer De Vos, D66. Ja, dank u voorzitter. Ik ga ook niet alle partijen langs. Ik hou me alleen even bij de collegeleden. Wethouder Brink, die inderdaad weer een gloedvol betoog hield over het sociaal domein, zoals hij dat iedere keer doet. Ik vond het mooi om te zien dat we dit keer wethouder Swiers met emotie gezien hebben. Na 4 jaar zakelijk antwoorden op moeilijke vragen had hij dit keer een emotioneel verhaal. Daardoor komt het ook gelijk wat minder mooi uit, maar dat is wel zo'n goed verhaal. En tenslotte, als het gaat over de participatie en de windmolens en dergelijke. De opmerking via participatie naar de minst slechte oplossing, daarvan denk ik dan van ja, volgens mij heb je dan toch ergens iets verkeerd gedaan. Maar en ik denk dat het in dit geval dan vooral zit in de verkeerde uitgangspunten waarmee je aan de gang gegaan bent. Maar goed, dat is iets voor wat we in de komende raadsperiode misschien maar eens naar moeten gaan kijken hoe we die participatie later op een goede manier kunnen gaan toepassen. Volgens mij was de basis waarmee we begonnen zijn met de windmolens en de basis waarmee we begonnen zijn met het AZC al zo duidelijk en zo ver doorgekoud dat we daar gewoon aan moeten zeggen, gewoon doorpakken met z'n allen en gaan. Maar dat is even mijn idee daarbij. En wie weet wat we daar in de komende tijd nog mee kunnen gaan doen. Voor nu wens ik iedereen veel plezier met de campagne en de verkiezingen. En we zien elkaar daarna in ieder geval weer even terug. Zeker. Er is nog een laatste ronde in deze samenstelling te gaan. Dus ik hoop dat u daar ook de komende weken zich goed op voorbereidt. Maar we hebben eerst nog de fractie van gemeentebelangen in deze behandeling. De heer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, soms begrijp je elkaar wel eens niet of wordt het anders begrepen. Maar goed, we hebben daar geen kwade bedoelingen mee. We wilden alleen de zaak even opschudden. Nou ja, soms lukt het goed en soms zit het tegen. Maar goed, ik wil daar nog wel van zeggen dat wij de afgelopen 4 jaar goed hebben samengewerkt. Ook als raad, maar ook met college. En gemeentebelangen heeft daar, dacht ik, positief aan meegewerkt door heel veel voorstellen te ondersteunen. En waar niet hebben we ons van onthouden. Dus wat dat betreft. En wij hopen dat. Wij zullen de komende 14 dagen nog de politiek nog diverse malen tegenkomen. En dan hoop ik ook dat de heer Slomp nog daarbij aanwezig is. Ik geloof het wel. En dan zullen we eens kijken hoe we dat oplossen. Maar in ieder geval. Ik wil nog wel even het ambtelijke apparaat voor deze 4 jaar weer bedanken voor hun, altijd hun steun. In de zin van wat gevraagd wordt, dat aangeleverd wordt.
En dat is altijd keurig voor elkaar. En dat geldt ook voor de griffie. En uiteraard ook voor het college. Dank u wel. Dank u wel. Laat ik namens de organisatie dan maar ook de dank in uw richting uitspreken voor de waarderende woorden die u allemaal heeft uitgesproken. Het lijkt mij dat het ook terecht is dat u als raad nu bij dit laatste inhoudelijke agendapunt het laatste woord heeft. Dus ik stel voor dat we eraf vanaf zien dat het college nog een keer in de reprise komt. Volgens mij zijn er geen echte vragen meer aan de orde geweest. Is er een mooie opmaat gecreëerd voor die vooruitblikken die sommigen van u ook al lieten doorklinken in de evaluatie van de afgelopen periode. Als opmaat zo te zeggen voor de komende twee weken waar het gaat om de profilering van de politieke verschillen. Ik wens u daar allemaal veel succes mee op voorhand. Ik stel u voor om het gevraagde besluit kennis te nemen van de evaluatiebestuursprogramma 2014-2018 Koevoorde Verbind, om dat ook conform te besluiten. Ik heb ook geen voorstel gehoord om een ander voorstel te maken, dus het lijkt mij dat we dit kunnen aftikken. Nogmaals, dan wens ik u een goede komende onderscheidende periode toe, in de hoop dat dat ons weer verbindend samenbrengt bij de allerlaatste raadsvergadering in deze samenstelling. Maar dan praten we inderdaad over een datum na de verkiezingen. Dan zal daarmee de avond natuurlijk ook in het teken staan. Niet alleen in de duidelijkheid wie ons in deze zaal moet gaan verlaten als gevolg van de kiezerswil. Maar ook de gelegenheid geeft om stil te staan en dus ook even te bespiegelen op die aankomende weken en de uitslag van de verkiezingen en hoe die moet worden geduid. Dus dat belooft ook weer een interessante bijeenkomst te zijn. Dank voor uw bijdrage van vanavond. Veel succes, heb ik al gezegd, wel thuis en de vergadering is gesloten.